waarin niet alleen Nederland, maar ook alle andere landen in de EU naar de stembus zullen gaan om het Europese parlement te kiezen. 5 jaar geleden toen ging maar 18% van de Nederlandse jongeren ging naar de stembus. En dat moet en kan natuurlijk beter. En democratie kan niet bestaan zonder betrokken burgers. En daar willen wij graag aan bijdragen met Room for Discussion. En daarom organiseren we dit debat met 8 kandidaten van Nederlandse lijsten. We hebben de 7 grootste partijen van de afgelopen verkiezingen en 1 nieuwkomer, Forum voor Democratie. Ik ga ze even aan jullie aankondigen in willekeurige volgorde. Even kijken. En daarna natuurlijk een hartelijk applaus. Anil Kumar van ChristenUnie en de SGP. Arnoud, dat mag ook. Wacht even, ik ga ze allemaal noemen en dan in 1 keer een daverend applaus. Arnoud Hoekstra van de SP, Chantal Hakbijl van het CDA, Tineke Strik van GroenLinks, Liesje Schrijnemacher van de VVD, Paul Tang van de PvdA en Felix Klos van D66 en Frederik Jansen van Forum voor Democratie. Hartelijk applaus! Wat denk ik leuk is, jongens, omdat natuurlijk niet iedereen jullie nog kent, is om even een kort voorstelrondje te doen en dan laten we dan gewoon beginnen bij mevrouw Hakbijl van het CDA. En dan kunt u de microfoon aanzetten door gewoon op het knopje te drukken. En dan even een korte introductie. Heel goed. Ik ben Chantal Hakbijl. Sta op plek 6 voor het CDA. Ik vind het ongelooflijk leuk dat er zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Zeker inderdaad wat Reinier net al aangaf, gezien de lage opkomst van de vorige periode. Ik vind het heel belangrijk dat we samenwerken in Europa. Dat is ook waar het CDA zich enorm voor inzet. Dat komt straks allemaal terug in de stellingen. Ik geloof dat ik ga afronden. En ik wens jullie een hele leuk debat toe. Yes, dankjewel. Ja, als Brexit iets heeft laten zien is dat jongeren moeten gaan stemmen. Want bij Brexit waren de jongeren dat vergeten. De oude generaties waren voor Brexit. De jonge generaties wilden zich aansluiten bij Europa. Dus ik reken juist op jongeren. Voor mij is dit een hele bijzondere plek om te staan. Want hier ben ik wetenschappelijk groot geworden. Ik had een kantoortje op de 10e waar ik ploeterde aan mijn proefschrift voordat ik de wijde wereld introk. Heel goed. Frederik of meneer Jansen. Ja, mijn naam is Frederik Jansen. Ik ben actief voor Forum voor Democratie. Ik werk ook in Den Haag. Ik sta op plek 6 voor de Europese lijst. En ik denk ook dat het heel belangrijk is, deze verkiezing. Ik denk dat deze verkiezingen een keerpunt kunnen zijn voor het Europese parlement. Er kan nu echt een keer echt iets gaan veranderen. Eurosceptische partijen kunnen nu zo groot worden dat we alles kunnen gaan tegenhouden. En heel veel kort over jou persoonlijk, even heel kort. Ik heb ook hier gestudeerd aan de UvA, politicologie. En dus ik heb hier ook veel rondgewandeld. Erg leuk om terug te zijn en ik hoop dat jullie het een leuk debat vinden. Heel goed. Ja, ik ben Tineke Strik. Ik sta op plek 2 voor de lijst van GroenLinks. Ik zit nu in de Eerste Kamer en ik werk aan een collega-universiteit van jullie, de Radboud Universiteit. Daar ben ik UHD Migratierecht aan de rechtenfaculteit. Ik wil graag Europa in, omdat ik denk dat het eerlijker, socialer en ook groener moet zijn. En ik reken allemaal op jullie stemmen en ik hoop dat jullie het voort zeggen dat jongeren echt hun stem moeten laten horen. Dankjewel. Mijn naam is Liesje Schrijnemacher. Ik sta op plek 5 van de VVD-lijst voor het Europees Parlement. Ook ik vind het bijzonder om hier te staan. Ik heb aan de UvA communicatiewetenschap gestudeerd en later nog rechten tijdens mijn werk als politiek assistent van Janine Hennis. En een van de mooie dingen die de EU in ieder geval voortbracht was het Erasmus-programma. En ik heb met veel plezier in Parijs gestudeerd met dat Erasmus-programma. Dus ga dat allemaal doen en maak daar gebruik van. Dankjewel. Mijn naam is Felix Klos. Ik ben in Deventer geboren, in Hilversum opgegroeid. Ik ben een trotse Hollander, maar ook een Europeaan. En mijn moeder is Amerikaanse, dus ik heb zelfs nog een paspoort van de andere kant van de oceaan. Ik ben een historicus en een politicoloog. En ik werk als speechschrijver van de fractievoorzitter van D66. En ik sta ook op plek 4 voor D66 op de Europese lijst. Dus ik hoop genoeg stemmen van jullie te krijgen om straks naar het Europees Parlement te gaan. Veel plezier. Okay. Ja, mijn naam is Anil Kumar. Ik woon in Zoetermeer, maar zo ik iets ben ik een Hagenaar. Ik mag dan in Brabant opgegroeid zijn en een Twentse moeder hebben en een Indiaanse vader, maar Den Haag is echt wat mij betreft de place to be. Dat is voor de komende verkiezingen daarentegen Brussel. En ik was afgelopen dinsdag in Zuid-België en ik keek naar een monument van de Tweede Wereldoorlog als overblijfsel daarvan en ik dacht, ja, daar ging Europa eigenlijk over, daar is het begonnen. Terug naar vrede, terug naar veiligheid en terug naar rechtvaardigheid. Dat zijn de kerntaken van Europa.
Ik ben Arnoud Hoekstra, lijsttrekker namens de SP. Ik zit nu nog niet in het Europees Parlement. Ik was tot op heden wethouder in Vlaardingen. Daar ben ik 8 jaar geweest. Wethouder van onder andere financiën, sport, volkshuisvesting. En daarvoor 5 jaar raadslid en in de Tweede Kamer gewerkt als fractiemedewerker. Ik heb niet hier op de UvA gezeten. Ik heb VMBO elektrotechniek gedaan in Schiedam-Nieuwland. Dankjewel. Een ander perspectief. Voordat we gaan beginnen met het debat, ga ik even kort het format uitleggen wat we gaan doen. We gaan debatteren over 4 onderwerpen, 4 stellingen. Eerst kan elk kandidaat even kort stelling nemen. Dus dan kunnen ze in 30 seconden vertellen of ze voor of tegen zijn. Ik zal mijn hand opsteken als er nog 5 seconden over is. En dan is het daarna klaar. Dat gaan we doen van rechts naar links en dan weer van links naar rechts. Vervolgens is het 10 minuten ruimte om met z'n allen te debatteren. Dus met de 8 kandidaten. En daarna is het plenaire debat klaar. Kijken we even naar de zaal. Is er ruimte voor 1 of 2 vragen? En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Ik ben de debatleider. En ik ga ervoor zorgen dat het debat zo goed mogelijk verloopt vandaag. Laten we beginnen met het eerste onderwerp. En dat is het buitenlandbeleid van de EU. En de stelling luidt, het is noodzakelijk dat de EU een apart machtsblok vormt naast China, Rusland en de VS. In plaats van zich aan te sluiten bij 1 van deze 3. En dan mag mevrouw Hakbel nu beginnen om het standpunt van haar en het CDA toe te lichten. Ik ben voor de stelling en het CDA dus ook. Het is heel belangrijk, denk ik, als we zien eigenlijk de manier waarop we wonen, waarop we leven, waarop we werken, onze welvaart, het staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend. Er zijn allerlei uitdagingen die op ons afkomen, onder andere ten aanzien van het klimaat. We zien het bijvoorbeeld rondom energie. Als we afhankelijk blijven van grootmachten als Rusland, dan gaat het op een gegeven moment gewoon mis. En dat is de reden waarom we een machtsblok moeten vormen. Dankjewel. De heer Tang. Ja, kijk, Europa is een economische grootmacht en een politieke dwerg. Willen we opkomen voor onze eigen belangen en voor onze eigen waarden, dan zullen wij dat moeten doen. We kunnen de wereld en onszelf niet overlaten aan het Amerika van Donald Trump, het China van Xi of het Rusland van Poetin. Dus ja, volmondig ja, een gezamenlijk buitenlands beleid, maar ook een gezamenlijk handelsbeleid. Zodat geld niet boven mens en milieu komt te staan en er een einde komt aan de belastingwet loopt. Eendracht maakt macht. Dank u wel. Dat heb je mooi gezegd. Want ik denk dat dat voor Nederland ook geldt. Nederland is een economische grootmacht en door de Europese Unie een politieke dwerg. En ik denk dat wij weer soeverein moeten zijn en dat wij ons niet moeten binden aan dit soort allesopslokkende blokken. Wij hebben helemaal niet al die dingen nodig. Wij zijn de grootste agrarische exporteur ter wereld. Waarom zouden wij ons binden aan allemaal regels uit Frankrijk? Dat hebben we niet nodig. We moeten gewoon soeverein zijn. Dankjewel. Mevrouw Strik. Ja, ik wens je veel succes in je eentje tegen de VS en Rusland en China. Ik ben voor de stelling, want deze machtsblokken gaan uit van het recht van de sterkste. De EU die staat ergens anders voor. Die staat voor sociale normen, voor democratie, voor mensenrechten. Het is daarom goed dat wij ons verdedigen ten opzichte van die andere invloeden. Maar ook dat wij op het wereldtoneel die andere invloed laten gelden. Van samenwerking in plaats van winnaars en verliezers. Daarvoor heb je het wel nodig dat we voortaan ons vetorecht achterwege laten op Europees niveau. Want wil je meer slagkracht krijgen, dan zul je dat met meerderheid moeten gaan besluiten. En dan kan je ook echt je invloed laten gelden. Oké, dank u wel. Mevrouw Schijnmacher. Ja, de VVD is het ook eens met deze stelling. Wij denken dat het belangrijk is dat de Nederlandse belangen behartigd worden. En die worden volgens ons het best behartigd in een Europees verband. Omdat je hebt ofwel 17 miljoen consumenten namens wie je handelsdeals sluit, of 500 miljoen. Dat is nogal een verschil, zeg ik direct tegen mijn collega van het Forum van Democratie. Het werd al gezegd, hè, VS, China en Rusland streven op hun eigen manier hun belangen na. En dat moet Nederland in Europa ook doen. Dankjewel. Eens, maar ik zeg het met pijn in mijn hart. Ik vertelde net al dat ik half Amerikaans ben. En dat we ons niet aansluiten bij de Amerikanen in de toekomst, dat doet me pijn. Maar dat is nou eenmaal omdat we een nieuwe Amerikaanse politiek hebben om mee te dealen. Tegelijkertijd zie je een wereldsituatie waarin mensen in China slaaf van de staat zijn geworden. In Amerika slaaf van de markt. In Europa hebben wij een balans gevonden tussen vrijheid en gelijkheid. Dat moeten we beschermen voor onszelf, maar zeker ook in de rest van de wereld. Ik zie hier jonge mensen
In de toekomst gaat het over het beschermen van het internet. Open, vrij en veilig. En het gaat ook over het klimaat. Dat doet de Europese Unie. Dankjewel. Ja, het is een ja. Het is een volmondig ja wat betreft de ChristenUnie SGP, maar wel een zachte ja. Er zit namelijk een kleine nuance in. Wij zijn als Europa een groot blok en dat kunnen we ook zeker als een machtsblok zijn. Maar er is meer dan dat, er is meer dan politiek. Ik denk bijvoorbeeld aan handel. En de handel met Amerika, de handel met China is niet iets wat we vandaag of morgen opeens gaan parkeren. Omdat we juist als machtsblok binnen de Europese Unie opeens ongelooflijk willen groeien of daar van alles willen samen doen. Dat is die nuance en dat is een nuance waar we wel rekening mee moeten houden. Samenwerking dus. Samenwerking ook met die machten, maar vooral binnen Europa. Dankjewel. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, de Europese Unie kan je niet vergelijken met de Verenigde Staten of met China of met Rusland. Wij zijn een samenwerkingsverband en zo zijn we ooit begonnen. Een nuchter samenwerkingsverband voor vrede en vooruitgang. Vrede binnen die grenzen van de Europese Unie. En nu willen we juist de confrontatie aangaan met landen buiten de Europese Unie. Dat is onverstandig, maar dat is ook niet realistisch, want we zijn een samenwerkingsverband van 28 verschillende landen. Maar de grootste dreiging is dat er eurofiele partijen zijn die wel graag dat willen, door na één munt en één interne markt ook één regering en één leger in te voeren. Dankjewel. Oké, we gaan beginnen met het debat en dat gaat 10 minuten duren. En ik wil eigenlijk meteen beginnen met een vraag, want ik hoor een aantal mensen die zeggen oké, het is een samenwerkingsverband en we moeten sommige dingen wel doen, maar ook we moeten niet willen dat we alles samen willen doen. Maar ik was wel benieuwd met een vraag aan mevrouw Strik. Dat kunnen ook, u zei het net en u kunt het ook lezen in het verkiezingsprogramma, is dat de EU met één stem op het wereldtoneel moet spreken. Maar hoe gaat GroenLinks dat doen op het moment dat er zo'n verdeeldheid is binnen de Europese Unie over belangen? Bijvoorbeeld Italië heeft hele andere belangen dan bijvoorbeeld Hongarije of Nederland. Hoe wil GroenLinks dat aanpakken? Ja, dat is nou juist precies het probleem nu. Hè. Door al die verschillende belangen, iedereen heeft zijn eigen banden, specifieke banden met andere landen buiten de EU. Maar daardoor zijn we verlamd. Daardoor kunnen we dus niet juist één vuist maken richting de VS of richting China. Dus dan moet je zeggen van wat dient ons belang het beste? Door af en toe een klein beetje in te schikken en zo te komen tot gezamenlijke standpunten, zodat we daadwerkelijk ook invloed kunnen uitoefenen. Betekent natuurlijk wel, als je dat doet, dan verlies je wel ook macht vanuit het nationaal parlement natuurlijk. Hè? Want je kunt dan niet meer zeggen van mijn regering mag hier niet in meestemmen. Dus zou ik zeggen, dan moet je ook het Europees parlement een sterkere rol geven om dat Europees buitenlands beleid ook vorm te geven. Ja. Meneer Jans, ik zag u al volmondig knikken. Volmondig knikken. Waarom zouden we dat nodig hebben? Kijk, iedereen heeft zo'n ding in zijn zak, zo'n telefoon. Die wordt gemaakt in China. We hebben geen handelsverdrag met China. Dat komt gewoon hierheen, per boot, per schip. Nee, de Europese Unie heeft geen handelsverdrag met China. Ja, de WTO, maar dat heeft dus niks met de Europese Unie te maken. We hebben de Europese Unie niet nodig om internationale handel te drijven. Dat is nu niet het geval, dat is nooit het geval geweest. En het hoeft in de toekomst ook helemaal niet het geval te zijn. We kunnen gewoon onze soevereiniteit behouden. We kunnen gewoon met iedereen handel drijven die we willen, zoals we dat nu ook al gewoon doen, buiten een allesverstrikkend machtsblok. Ja, ik ga even naar meneer Tang, daarna kom ik deze kant op. Meneer Tang, ik zie u nee knikken. Kijk, wat je ziet, en dat wordt bedoeld met samenwerking ongetwijfeld, dat elk land het eens moet zijn. Dat is een recept voor verlamming en vertraging. Je ziet heel vaak dat de Europese Unie niet in staat is, hoewel we een hoge vertegenwoordiger hebben, om tot één standpunt te komen. Dat moet dus anders. Een mooi voorbeeld was inderdaad vorig jaar, waarbij Donald Trump dreigde met een handelsoorlog, ongetwijfeld ook tegen goudse kaas. En Macron kon op bezoek gaan en nog eens keer Donald Trump een ferme handdruk geven. Merkel lukt het niet eens om op audiëntie te komen bij Donald Trump. En notabene de grijze muis Jean-Claude Juncker een deal wist te bereiken met Donald Trump. Dit laat zien dat als je met één mond spreekt, zeer eens met Tineke Strik, je moet gezamenlijk optrekken, met één mond spreken, dan maak je een vuist. En we kunnen natuurlijk altijd Thierry Baudet op Donald Trump afsturen, maar ik weet niet of dat heel veel effect heeft. Oké, meneer Kumar, we horen meneer Tang zeggen dat de EU veel sterker staat als ze met z'n allen spreken en dat bijvoorbeeld Nederland of Duitsland alleen dat nooit zou kunnen bereiken. Bent u daarmee eens? Nou ja, meneer Tang heeft daar zeker een punt natuurlijk. Kijk, hij gaf net ook al terecht aan dat we als land een vrij kleine speler zijn. Maar wat natuurlijk het frame is wat hier gebruikt wordt, is dat we als we straks als een EU-machtsblok te boek staan, dat je daardoor eigenlijk een legitieme reden hebt bedacht om heel veel
macht vanuit Nederland, vanuit allerlei lidstaten straks, als een soort hellend vlak waar we ons op bevinden, af te dragen en af te staan aan Brussel. En daar mag het natuurlijk geen excuus voor zijn. Ja, we willen een machtsblok zijn om inderdaad die waarden, waar net ook al over gesproken werd, daar staan we voor, die moeten we blijven uitdragen. Zeker samenwerking binnen de EU op het gebied van economie blijven aantrekken en die banden verbreden. Maar dat moet natuurlijk geen reden zijn om straks te zeggen, ja, maar we hebben nog wel meer puntjes die we eigenlijk ook wel aan Brussel kunnen afstaan. En we zien al heel veel voorbeelden, maar daar komen we bij stelling 4 volgens mij op. Daar moeten we voor oppassen. Ja. Oké, meneer Klos. Ja, er wordt hier valse tegenstelling gecreëerd. Hè. Dat klinkt al wat vriendelijker, maar de FVD en ChristenUnie, SGP zitten waarschijnlijk straks in dezelfde partij in het Europees Parlement. Die zijn tegen de Europese Unie en voor de Europese samenwerking, zoals ze dat noemen. De valse tegenstelling die wordt gecreëerd is dat wij nationale soevereiniteit zouden kwijtraken omdat we onze beslismacht in Brussel leggen. Het tegenovergestelde is waar. Want waar we het niet hebben gedaan, de beslisbevoegdheid in Brussel gelegd, daar is het misgegaan. We hebben gedonder aan de oostgrens omdat we geen Europese krijgsmacht hebben. We hebben gedonder aan de zuidgrens omdat we geen Europees migratiebeleid hebben. En we hebben de digitale revolutie in Europa gemist omdat er van start-ups worden opgefroten door Facebook en door Google. We missen macht in Europa. We hebben er te weinig van, niet te veel. Te weinig macht in Europa. Ik ga naar mevrouw Strik en dan ga ik naar mevrouw Schrijnemacher. Mevrouw Strik. Ja. Ik wou heel even reageren op jouw voorbeeldje van de iPhone uit China, want dat is juist een heel mooi voorbeeld. Als je daar verder, als je geen macht hebt om goede afspraken met China te maken, dan leveren je je burgers dus eigenlijk over aan de expansiedrift van China, maar vooral ook aan het autoritaire regime, wat gewoon de beschikking wil hebben en houden over je gegevens. En wat juist vrijheid van internet en meningsuiting aan banden wil leggen. Dan heb ik graag een Europa die mijn rechten beschermt, daarvoor opkomt en goede onderhandelingen voert met China. Ik ga heel veel naar mevrouw Schrijnemacher, daarna mag meneer Janssen op reageren en dan gaan we daarna naar meneer Hoekstra. Ik wil eigenlijk even reageren op de Europese krijgsmachten. Daar werd daar is de VVD dan weer niet voor. Het stemmen met een meerderheid in plaats van met unanimiteit, daar kunnen wij ons in vinden. Maar wel als het gaat om mensenrechten, schendingen, om sancties, dat soort dingen. Maar als het gaat om een Europese krijgsmacht en dat bijvoorbeeld de beslissingsbevoegdheid van het uitzenden van Nederlandse mannen en vrouwen zou komen te liggen in het Europees Parlement, daar zijn we echt fel tegen. Ja, oké. Meneer Janssen. Ja, als de Europese Unie een machtsblok vormt, kunnen wij arbeidsomstandigheden zo afdwingen in China en zorgen dat zij niet onze privacy gaan aantasten. Dat is toch wat u zegt? Nou, dat zou helemaal mooi zijn als we daar de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Nou, maar in ieder geval onze eigen vrijheden en mensenrechten beschermen. Door te zeggen, wil je handel voeren met Europa, dan zal dat wel op onze voorwaarden moeten gebeuren. Je kunt toch ook gewoon hier doen? Wat bedoel je? Je kunt toch ook gewoon hier een fabriek bouwen? Om een iPhone te bouwen? Waarom zouden wij afhankelijk moeten zijn van China? Dat is een ander argument. Nee, dat is hetzelfde argument. Natuurlijk kun je hier een fabriek bouwen, maar jouw stelling... Waarom zouden wij ons afhankelijk willen maken van dit soort blokken? Waarom zouden wij dat soort verdragen willen aangaan? Ja, oké, maar ik reageer op je stelling. Mm-hmm. En je zei van, we hebben geen machtsblok nodig als Europa. Klopt. Want we kunnen gewoon handelen. De iPhone'tjes uit China komen nu ook naar ons toe. Ja, dus, ja. En nu draai je het een beetje om. Nu zeg je, we kunnen ook onze eigen iPhones maken. Prima. Nee, maar, ja, maar we zien dat China een grote handelsmacht is die ook invloed heeft in Europa. En dan hebben we elkaar heel hard nodig om onze normen en waarden te beschermen. Oké, mevrouw Strik, we gaan heel veel naar meneer Hoekstra. Daarna gaan we naar meneer Tang en mevrouw Hakbel. Ja, waarom zouden we vuist maken naar andere landen, naar andere regeringen en mensen elders op de wereld? Voor mij hebben een aantal kandidaten hier een verkeerd vijandsbeeld. We moeten niet de confrontatie opzoeken met landen, we moeten de confrontatie opzoeken met multinationals en aandeelhouders. Dat zijn de mensen die, de bedrijven die in China de mensen uitbuiten om goedkope telefoons te maken. En anderzijds in Ierland hun hoofdkantoor neerzetten om geen belasting te moeten betalen. Dat is onze vijand en daar moeten we samenwerken, samen met de VS, samen met Rusland en samen met China. Oké. Okay. Mevrouw Hakbel, en dan gaan we naar meneer Tang. Ja, het wordt een heel nationalistisch debat. Dat zal denk ik niet verwonderlijk zijn dat het CDA dat dus totaal niet deelt. Waar we het eens zijn inderdaad met de VVD is dat we zeggen van er zijn een aantal onderwerpen waar je als gewoon land soeverein in moet blijven. Dat ligt op het terrein van defensie, maar ook daar zie je al ontwikkelingen in aanschaf van materieel,
het opleiden. Samen sta je gewoon sterker. Alleen kom je misschien verder, maar dat is korte termijn denken. Dus je moet uiteindelijk ervoor zorgen dat je de verbondenheid met elkaar vindt om op te kunnen treden tegen allerlei uitdagingen en problemen die op ons afkomen. En het is echt een illusie om te denken dat onze vijanden de multinationals zijn. Want die zorgen ook voor de werkgelegenheid. Maar wat je wel moet zorgen, is dat die werknemers daar in goede omstandigheden kunnen werken. Dus een ban die nu wordt gelegd door Forum voor Democratie en door de SP om alles maar achter onze dijken te gaan oplossen. Ja, ik geloof daar niet in en ik hoop de zaal ook niet. Samenwerken zegt. Ja, meneer Tang. Dan gaan we naar meneer Klos en dan gaan we naar Jans. Kijk, waarom we dat gezamenlijk willen doen en met één mond willen spreken en er geen veters willen hebben, is ook omdat we moeten opkomen voor onze belangen, eens met Arnoud Hoekstra, maar ook voor onze waarden. Dus als Poetin een onderzoek blokkeert na het neerschieten van MH17, of als Poetin homofobe wetten aanneemt, dan is dat een aanval op ons leven, op onze waarden. Daarvoor moet u gaan staan. En nee, dat kan je niet doen vanuit Nederland. Dat zijn Europese waarden. Wij zijn nog het enige continent in de wereld dat die waarden verdedigt in deze wereld. Waarbij niet het recht van de sterkste geldt, niet het gelijk van de schreeuwlelijk. Daarvoor moet je optreden, maar dat kan je niet alleen doen. Oké, meneer. Ja, ik sloeg een klein beetje aan op wat meneer Hoekstra zei, ook daarna mevrouw Hakbel, over de grote multinationals en de rol die ze spelen in de wereld. Inderdaad, we hoeven er niet een soort vijandbeeld aan te nemen voor grote bedrijven. Maar het is wel zo dat hele grote bedrijven landen, kleine landen zoals Nederland, Zweden, Polen, tegen elkaar uitspelen om belasting te ontwijken. Daar zijn wij allebei tegen, de SP en D66. Maar dan ligt er een motie in de Tweede Kamer om vanuit de Europese Unie, waar je wel die grote bedrijven kunt belasten, ze een belasting op te leggen. En dan stemt de SP tegen. Dus laten we nou samenwerken alsjeblieft om die grote bedrijven inderdaad een kans te bieden, maar ook eerlijk belasting te laten betalen op ons continent. Korte reactie van meneer Hoekstra. Ja, natuurlijk zijn we voor meer belasting voor multinationals. Alleen de Europese Unie is geen staat, dus die kan geen belasting heffen. Ze hebben geen belastingkantoor en dat moeten we ook niet willen. Want als ze dat kunnen doen, dan beschikken ze zelf over middelen waar wij als nationale parlementen geen zeggenschap meer over hebben. Harmoniseren en nationaal. Als we het nationaal gaan heffen, dan wil ik daar graag over doorpraten. Maar we willen geen Europese belastingen, we willen nationaal belastingen. Maar de SP blokkeert Europese initiatieven. Bijvoorbeeld de Digitax voor de techreuzen, de Frightful Five. Dan is een Europees initiatief en de SP blokkeert dat, alhoewel de belasting uiteindelijk wordt geheven door de nationale staten. Dus de Partij van de Arbeid, ik heb samen vanochtend met Lodewijk Asscher en Henk Nijboer ook een initiatiefwet geïntroduceerd. Ik ben zeer benieuwd hoe de SP gaat reageren om het in ieder geval dan maar in Nederland te doen. Maar uiteindelijk ook weer met het doel om met de Europese oplossing te kozen. U loopt weg, u pakt die techreuzen in het geheel niet aan, omdat hij niet wil dat Brussel maar iets doet. Maar voor mij is Europa een tegenmacht. Als wij een vuist willen maken tegen de 5 grootste bedrijven in deze wereld, dan kan dat niet zonder Europa. Meneer Jansen, hoe staat u tegenover het aanpakken van die techreuzen? Gaat dat niet makkelijker in Europees verband? Nou kijk, er wordt een beetje de suggestie gewekt dat we voor het Nederlands belang kunnen opkomen in de Europese Unie. Maar dat blijkt helemaal nergens uit. Op het moment dat de Nederlandse belangen behartigd zouden moeten worden, worden ze verkwanseld, worden ze weggegeven. Neem bijvoorbeeld het hele geval met de pulsvissers. Het is totaal belachelijk dat Nederlandse vissers worden opgeofferd, geslachtofferd, voor het samenwerken, zoals men dat dan noemt. Ja, maar even korte reactie op die techreuzen. Kun je die niet veel beter aanpakken in Europees verband? Hoe ga je dat doen als klein Nederland? Vanuit de Europese Unie. Nou, je kunt samenwerken op internationaal niveau. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet per se via de Europese Unie. Okay. Waarom moet dat allemaal gecentraliseerd worden bij één bureaucratische macht? Nee, maar goed. Dan gaan we hiermee het debat nu afsluiten. En dan gaan we even naar het publiek kijken. Is er iemand uit het publiek die een vraag zou willen stellen? Daar achterin, Jentel. Ja, ik heb een vraag aan de heer Tang. U praat over de Europese waarden, maar in hoeverre kunt u echt spreken van een Europese cultuur? Heeft bijvoorbeeld over, als u noemt als voorbeeld meneer Poetin die homofobe wetten aanneemt, maar zijn wij dan Europees breed zo vredelievend voor homo's? Dat is een mooie vraag. En ik heb een boek geschreven, Dijk van Europa, heb ik dat ook eens uitgezocht. En dan zie je dat in Amerika die diversiteit net zo groot is als in Europa. En eigenlijk nog wel groter. Dus op zichzelf hoeft die diversiteit hoeft niet in de weg te staan van gemeenschappelijk optreden. Eerlijk gezegd, ik ben afgelopen 5 jaar het Europees Parlement geweest. En ik vind het een prachtige plek, juist omdat ik van alles en iedereen tegenkom. Maar wat ik wel ook heb geleerd, is dat we ook gemeenschappelijke waarden hebben.
Hè, dus de vrijheid van democratie en meningsuiting. De gelijkheid voor de wet die ons moet behoeden tegen discriminatie. De broederschap van de verzorgingsstaat. Dat vind je niet in Amerika, dat vind je niet in China, dat vind je niet in Rusland. En dat is wel wat ons bindt in al die diversiteit. Je legt hier ook heel mooi Dankjewel. Het probleem van de Europese Unie bloot. Want die diversiteit, zoals je dat noemt... Even een korte reactie alleen, ja, want dan gaan we die vind je in Oost-Europa en dat soort plaatsen. Zij worden dus dan... Onze wil wordt opgelegd aan het oosten. En op heel veel andere vlakken geldt dat andersom. Of geldt dat vanuit het zuiden naar het noorden. Er is een gecentraliseerde one-size-fits-all oplossing voor alles. En de nationale staten worden daar iedere keer bij verkwanseld. Oké, dankjewel. Felix Klos, laatste reactie en dan gaan we door naar de volgende stelling. Althang heeft natuurlijk gelijk. Hè. We hebben hetzelfde idee van sociale markteconomie in Europa. Die balans tussen vrijheid en gelijkheid. Maar het is ook een politiek strijdtoneel voor hele belangrijke waarden. Bijvoorbeeld over LHBTI'ers. De PIS-partij in Polen wil een LHBTI-vrije wereld. Daar zitten de ChristenUnie en de SGP mee in de fractie. Daar wil Forum voor Democratie mee in de fractie. Kees van der Staaij zegt in de Tweede Kamer... Europa moet zich niet bezighouden met familierecht. Ondertussen zit hij achter een burgerinitiatief... om Europa breed het homohuwelijk te verbieden. Dus Europa is een strijdtoneel voor hele belangrijke politieke waarden... en we moeten het op die manier beter benutten. Dankjewel. Dan gaan we nu, dankjewel ook voor de vragen uit het publiek. Dan gaan we nu door naar de volgende stelling... En die gaat over migratie. De stelling luidt, er moet een bindende verdeelsleutel komen voor alle landen binnen de EU... die bepaalt hoeveel vluchtelingen elk EU-land moet opnemen en integreren. Nu gaan we weer even kort de stellingnamen van iedere partij af. En dit keer beginnen we bij meneer Hoekstra van de SP. Ja, dankjewel. Ja, er zijn natuurlijk twee verschillende soorten migratiestromen. Er zijn mensen die vluchten voor oorlog en die mensen moeten we helpen. En er zijn mensen die komen hierheen vaak vanuit Afrikaanse landen omdat ze hier een beter heen komen zoeken. Die laatste categorie, die mensen moeten we vooral een reden geven om daar te blijven. En dat begint met niet langer te accepteren dat onze Europese multinationals hun landen leegroven van natuurlijke bronnen, zonder daar belasting over te betalen, zonder maar iets te investeren in de samenleving daar. Als het gaat om het herverdelen van mensen die vluchten van de oorlog, dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld te maken met Hongarije, Orbán, die zegt van nou, daar zitten we niet op te wachten. Dan vraag ik mij af, moeten we dat die vluchtelingen wel aandoen om ze dan tussen die nationalisten in Hongarije neer te zetten? Nee, geef ze dan financiële sancties, zodat we de middelen hebben om ze ergens op te vangen waar ze welkom zijn. Oké, dankjewel. Jongens, probeer het kort te houden. Meneer Koemar van de ChristenUnie SGP. Ja, ik zal er kort over zijn. Ja, er moet een bindende verdeelsleutel komen. Dat kunnen jullie ook in ons verkiezingsprogramma lezen. Migratie is misschien wel het hot item op dit moment en al jarenlang in Europa. Op dit moment zie je een aantal landen, Hongarije, Polen werd al genoemd, Slowakije heeft zich er een tijd geleden ook mee tegenaan bemoeid, om die verdeelsleutel tegen te gaan. Om niet zich te kunnen conformeren aan een afspraak die we samen met 28 staten hebben gemaakt. Dan moet je kunnen sanctioneren en dan moet je hier kunnen zeggen vanuit Nederland, wij staan voor een humane opvang, voor een eerlijke opvang en dat geldt dus voor alle landen en niet alleen voor de zuidenburen van ons. Oké, dankjewel. Meneer Klos. Natuurlijk ben ik daarvoor. Dat is als volgt. We hebben open binnengrenzen, een van de belangrijkste verworvenheden van de Europese Unie. En de consequentie die we daarvan trekken is dat we samen buitengrenzen delen. Daar horen twee verantwoordelijkheden bij. Samen bewaken, want goede grensbewaking is het beste vaccin tegen de epidemie van muren in de wereld. En ten tweede asiel. Eerlijk verdelen over al die landen. Dat is uiteindelijk het fundament onder het draagvlak van het hebben van vluchtelingenbeleid. Dankjewel. Mevrouw Schijnemacher van de VVD. Ja, mensen die vluchten voor oorlog hebben recht op opvang. Maar voor de VVD is die opvang in de regio. En de VVD is er voorstander van dat mensen daar hun asielprocedure starten. En daar wordt beoordeeld of mensen recht hebben op opvang in Europa. Als zij daar dan recht op hebben, dan moeten deze migranten worden verdeeld onder Europese lidstaten. Maar niet met een bindende verdeelsleutel. Volgens ons is dat aan de landen zelf. En als landen geen enkele migrant willen opnemen, dan moeten daar wel boetes op volgen. Oké, dankjewel. Mevrouw Strik van GroenLinks. Ja, zoals Felix al zei, we hebben open binnengrenzen. Dus dat vergt een Europees asielsysteem. Dus we moeten harmoniseren. Maar dat lukt alleen maar als we de asielzoekers ook evenredig verdelen over de landen. Want als je dat niet doet, wat je nu ziet is dat de landen aan de buitengrenzen de grootste last dragen. De meeste mensen moeten opvangen. En dat is niet bepaald een prikkel om hun opvangsysteem
goed op orde te brengen. Dus je hebt het nodig. Zolang we dat niet hebben, blijft het een splijtswam en zullen we geen Europees asielsysteem hebben. En ten opzichte van de landen die dat blijven weigeren om daaraan deel te nemen, zullen we ons echt moeten beraden hoe ver we daarin gaan. Ik geloof niet zozeer in boetes. En misschien moeten we op een gegeven moment gewoon maar zeggen, weet je, deelnemen aan Schengen is de lusten, maar ook de lasten. Je zult daar gewoon je verantwoordelijkheid in moeten nemen. Oké, dank u wel. Meneer Jansen. Ik denk dat jullie wel kunnen weten, kunnen raden wat ik ga zeggen. Wij willen dat natuurlijk niet. Natuurlijk moeten landen niet verplicht zijn om hun grenzen open te zetten en massale immigratie over zich af te roepen. Natuurlijk moeten landen dat gewoon zelf beslissen of ze dat willen. En we hebben ook sinds 2015 gezien hoe compleet incompetent de Europese Unie was in het handelen van dit probleem. Pas sinds Salvini is gaan optreden, zijn de boten gestopt met komen. Zijn de mensen gestopt met sterven in de zee. Veel minder mensen gaan nu dood. Nu Salvini zegt, we doen het niet meer. Nationale staten kunnen dit probleem oplossen. De Europese Unie kan helemaal niks. Dankjewel. Meneer Tang van de PvdA. Matteo Salvini had aangeklaagd moeten worden. Hij had 629 vluchtelingen. Op de Aquarius liet hij een week dobberen. Ze zouden aanmeren vlakbij Rome. 123 kinderen aan boord. En hij liet ze dobberen, want hij bedreef politiek over de rug van die vluchtelingen. Dat is in strijd met de humanitaire waarden in Europa. En hij is niet aangeklaagd omdat het Italiaanse parlement hem de immuniteit niet wilde opheffen. Dat is een grof schandaal wat daar gebeurt. Dankjewel. Oh. Mevrouw Hakbel van de CDA. Dankjewel. 20 jaar geleden woonde ik in Afrika. En we zijn nu 20 jaar verder en eigenlijk is dit vraagstuk nog steeds een vraagstuk waar we geen goede oplossingen voor hebben. Mm-hmm. En de migratie neemt eigenlijk een hogere vlucht dan toen ik 20 jaar geleden in Afrika woonde en daar al geconfronteerd werd met hoe moeilijk het was om inderdaad mensen die vluchten voor oorlog, voor dreiging, omdat ze bescherming nodig hebben, om die op te vangen en afspraken met elkaar te maken. Inzet op die buitengrenzen, dat is nu vanuit Europa, is dat verstevigd. Dat is een groot goed. Daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Het betekent ook dat we met elkaar goede afspraken moeten maken over de verdeling. Want het is niet vanzelfsprekend dat mensen die vluchten voor geweld, dat die maar elders hun opvang kunnen regelen en dat het aan landen wordt overgelaten. Ja, oké. Dankjewel. Oké, dan gaan we nu beginnen met het plenaire debat. En ik wilde eigenlijk openen met een vraag aan meneer Koemar, want ik zie hier veel partijen die voor zo'n bindende verdeelsleutel zijn, een verplichte verdeelsleutel, maar hij is er nog niet. Waarom is dat? Waarom is de bindende verdeelsleutel nog niet? Nou, ik denk omdat wij nog allemaal niet in het parlement zitten, dus laten we daar dan maar eens mee beginnen. Nee, kijk, het probleem waar we volgens mij tegenaan lopen is dat een aantal landen in Europa, zoals Salvini en vanuit Italië en een aantal andere landen zeggen van, nou, wij komen op voor onze eigen landsgrenzen, wij komen op voor onze eigen waarden, dat is het frame wat ze in ieder geval gebruiken. En om die reden willen wij niet aan de slag binnen de Europese Unie, gaan wij geen voorstellen steunen die bindende verdeelsleutel in het leven zou kunnen roepen. En ergens vind ik het, ja, ik ben hartstikke voor vanuit de ChristenUnie-SGP voor die verdeelsleutel en ja, we moeten die opvang doen. Maar wat ik ergens ook wel een beetje mis in het verhaal van een ieder bijna, en Forum slaat er weer een tikkeltje in door, is dat we ook een stukje realisme moeten hebben. Is dat we ook een stukje moeten kijken naar de landen die dat niet doen en waarom ze dat niet doen. En dat heeft alles te maken met spankracht. Het heeft alles te maken met spankracht. Ja, misschien kunnen wij wel hier, we zouden hier talloze vluchtelingen kunnen opvangen. Ik bedoel, een stukje realisme is daar ook gebaat. Mm-hmm. Maar we doen het niet. En dat doen we omdat we het willen blijven kunnen uitleggen. Dat doen die leiders in hun landen op hun manier. Mm-hmm. En dat heeft dus met de spankracht te maken. Zij kijken en proberen te beoordelen wat hun samenleving op dat moment aan kan. Die samenleving gaat niet alleen over vluchtelingen, maar die moet krijgt waarschijnlijk veel te verduren. En zij kiezen er vervolgens voor om te zeggen, nou, die vluchtelingen even niet. En dan komt er een heel verhaal overheen, over christelijke waarden. Nou, daar vind ik persoonlijk ook nog wel wat van, om dat wel of niet te doen. Dat is volgens mij het echte probleem waar we tegenaan kijken. En die zorgen adresseren, die zorgen die in die landen leven, ja, kan onze samenleving het aan? Je ziet dat Kurz dat in Oostenrijk doet, je ziet dat Salvini dat in Italië doet. Mm-hmm. Die zorgen moeten wij hier ook blijven adresseren. Dus ja, binnen de verdeelsleutel, ja, opvangen. Maar wel met die nuancering dat we oog moeten blijven houden voor wat onze samenleving in die zin aan kan. En dat is niet iets wat is uit te drukken in geld, wat is uit te drukken in hoeveel gebouwen kunnen erbij en hoeveel woningen kunnen erbij. Maar over de kwaliteit van leven die we hier hebben en het gevoel wat speelt onder jullie hier, onder mensen buiten op straat, onze buren en die zorgen blijven adresseren. Oké, dankjewel. We gaan naar meneer Klos, mevrouw Schijnemacher en mevrouw Strik.
Je gebruikt het woord uitleggen. We moeten het kunnen blijven uitleggen aan mensen. En we moeten inderdaad iets kunnen blijven uitleggen, maar ik denk dat het precies de andere kant op is. We hebben in de Europese Unie, het rijkste continent ter wereld met 500 miljoen mensen, net zoveel mensen opgenomen uit het oorlogsgebied in de vluchtelingencrisis als Canada heeft gedaan. Een land van 36 miljoen mensen. De mensen die naar ons continent komen, die op de vlucht zijn voor oorlog, die gebruik maken van het mensenrecht van asiel. Ik hoop dat het mij nooit overkomt. Maar als het gebeurt dat ik er ook gebruik van kan maken, is op de schaal van de Europese Unie heel erg klein. En we hebben een systeem gemaakt waar als ze binnenkomen, ze vastzitten in mensonterende omstandigheden, in tentenkampen die bezwijken in de Zuid-Europese staten en een solidariteitsprobleem gecreëerd tussen de Zuid-Europese staten en landen als Polen en Hongarije. Dat is waarom we moeten afdwingen dat andere Europese landen ook verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Dat kunnen we in de Europese Unie. En als zij het niet doen, dan gaan we het in Nederland zelf doen. Oké, dat is dus iets anders dan jullie zouden willen als VVD, mevrouw Schijnemacher. Ja, dat klopt. Ik wil eigenlijk nog eerst even reageren op iets wat ik voor hem hoorde zeggen. En dat ja, was dat het standpunt van Salvini er zou toe hebben geleid dat er de toestroom is verminderd. Maar ik geloof dat dat al begon bij de Turkije-deal die Europa heeft gesloten met Turkije. En waarbij eigenlijk de migranten worden tegengehouden in Turkije en daar hun asielprocedure moeten afwachten. Dus ik... Het sentiment dat het alleen maar ligt aan als je als land keihard nee zegt, dan gebeurt het niet meer. Dit deel ik zeker niet. Oké, heel kort. Eerst mevrouw Strik, dan gaan we naar meneer Tang en dan gaan we naar meneer Jansen. Ja, als het gaat over spankracht, dan moet je denk ik ook wereldwijd kijken. Ik denk dat mensen in Libanon en in Jordanië, waar ze miljoenen vluchtelingen moeten opvangen, dat je daar eens moet gaan informeren of ze spankracht nog hebben om meer mensen op te vangen. Kijk, het probleem is dat meer dan 90% van de vluchtelingen wereldwijd elders wordt opgevangen door landen die niks te kiezen hebben en die zelf al nauwelijks iets te maken hebben, waardoor ze zelfs bijna instabiel aan het worden zijn. Wij moeten onze verantwoordelijkheid daarom nemen. En dat doe je voor een deel door uitnodigen, meer uitnodigen van vluchtelingen, gewoon wel wat we aan kunnen, maar meer dan wat we nu doen. En waar het gaat over spankracht in Europa, ik zou willen dat politici die spankracht of die draagvlak of die acceptatie wat meer stimuleren in plaats van afremmen. En je ziet dat heel veel politici geneigd zijn om in te spelen op bepaalde angst voor het onbekende, om juist een doembeeld te creëren van dit gaan we niet redden, in plaats van jongens, wij moeten ook een deel pakken van die verantwoordelijkheid en dat kunnen wij aan. En meneer Tang, dan heel even over die verdeelsleutel. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat, bijvoorbeeld, stel je zou dat willen, dat sceptische landen zoals Hongarije en Polen zoiets accepteren? Ja, want ik kom even terug, want ik heb hier met mijn neus bovenop gezeten in het Europees Parlement. Het Europese Commissie, gesteund door het Europees Parlement, komt met het voorstel wat het onderwerp van deze stelling is, een Europese aanpak in mei 2015. Ja. Dat is nog voordat de vluchtelingen uit Syrië gaan komen. Op dat moment steunt alleen Matteo Renzi, sociaal-democratische premier in Italië, steunt dat. Want Italië is het land wat de meeste vluchtelingen ziet komen. Geen ander land steunde. Dat sloeg om op het moment dat de vluchtelingen kwamen uit Syrië en gingen stromen door de Balkan. Op dat moment gingen pas Frankrijk en Duitsland om. Daarna, dus even je antwoord, hè, dus soms ben je ook in het Europees Parlement, wil je graag iets, maar de landen. Dan komen we bij de Europese landen en daar verschillen wel iets van GroenLinks. Hoor. Wij zijn daar wat strenger in. Wat de tegenvaller toen was, er is een verdeelsleutel voorgesteld door de commissie. Maar iemand als Viktor Orbán stapt dan gewoon naar het Europese Hof en vecht dat aan. En doet dus niks en komt met het argument ongetwijfeld van homeopathische verdunning. Kwakzalverij, maar dat is het argument. Ik ben er dan zeer voor om ook verplichtend te zijn. He, lusten en lasten horen bij elkaar. Dus wij steken wel geld in de ontwikkeling van Polen, Hongarije bijvoorbeeld, en substantieel geld. Ja, daar hoort er ook bij dat je niet alleen die lust hebt, maar ook de lasten. Je helpt elkaar en je vangt vluchtelingen op. Dat is onze humanitaire plicht. En dat is hard nodig ook. Nog één laatste zin. Moria. Nog steeds. Hè, we zouden 160.000 vluchtelingen opvangen uit Italië en Griekenland. Moria is een vluchtelingenkamp. Bedoeld voor 2000 mensen. Er zitten al meer dan drie jaar, sinds april 2016, zitten er bijna 5000 mensen. Het zijn mensonterende toestanden en landen nemen te weinig op. Die plicht hebben we ook. En die moet dus verplichtend zijn. Oké. Reactie van de heer Jansen. Er is heel veel gezegd inmiddels. Kijk, als je die toestanden niet wil, wat heel erg is, dan moet je ze niet
hierheen naartoe trekken. En dat doe je wel met een open grenzenbeleid. En daarom komen die mensen hier, daarom sterven zij op zee. Omdat zij denken de kans te hebben hier te kunnen komen. En dus inderdaad, als Salvini zegt, we nemen jullie niet meer op, dan stoppen die bootjes, dan komen mensen niet meer. En dan sterven er veel en veel minder mensen. Dat is punt 1. Ik ben in Moria geweest, vlak na de Turkije-deal. Op dat moment droogde de stroom van vluchtelingen inderdaad op. Ik wil niet zeggen dat de situatie beter was. Jongens, even gewoon de feiten. Nee, dit zijn de feiten. Dit zijn de feiten. Dus dat droogde op. Ik wil niet zeggen dat de vluchtelingen dan met beter af zijn, want ze zitten gevangen in Turkije. Problemen. Toen gingen ze via Italië. Ja, dus toen kregen we de bootjes naar Italië. Nou, dus je sluit het aan één kant af, dan gaat het via de andere kant. Precies. En Italië heeft toen gezegd, nee, we doen het niet meer. En daarom is het opgehouden, of voor een heel groot deel. En Turkije, dat was, om eventjes duidelijk te maken, dat was een bilaterale overeenkomst. Dat heeft helemaal niks met de Europese Unie te maken. En dat bewijst alleen maar verder mijn punt, dat je gewoon als landen dit kan doen. En alleen als landen, want de Europese Unie heeft bewezen dit niet aan te kunnen. En de landen die het wel doen, de buitengrenzen beschermen, Hongarije, die willen jullie allemaal aanpakken. En dat is waarom die andere landen dat nooit gaan doen. Oké, meneer, we gaan even naar meneer Koemer en dan gaan we naar mevrouw Strik. Ja, aanpakken omdat afspraak is afspraak. Dat is heel simpel. Dus je spreekt elkaar aan op wat je hebt afgesproken. En die afspraak moet er dus ook komen. Dat is een afspraak die bindend moet zijn. Het leek wel alsof ik naar een klugnet zat te kijken wat Forum hier allemaal te berden brengt. Ik ga steeds meer twijfelen of u niet bij een andere fractie moet u een ander plekje zoeken. Moet aansluiten natuurlijk. Maar er is altijd hoop, geloven wij. Dus u kunt zich nog bekeren. Nee, waar het voor ons om gaat is dat hier een stukje eurorealisme ontbreekt. En er werd hier net gesproken over skepsis. Het frame waar D66 en GroenLinks natuurlijk altijd meteen in vallen is, ja, we moeten het ook inderdaad blijven uitleggen. We draaien het om, hoor ik net zeggen. En hoe draaien we het dan om? Ja, kijk naar Libanon en kijk naar Turkije en kijk naar dit en dat en ver buiten Europa. Maar ik wil niet alleen daarnaar kijken, want ja, daar is de spankracht zwaar aangetast. En ja, daar gaat het verre van goed. En dan is het natuurlijk nog wel een groot verschil met Europa. Maar dat is niet hetgene wat we volgens mij hier op straat uitleggen. En het frame van kijk naar Libanon werkt niet bij mijn buurman. Het frame bij mijn buurman, bij wijze van spreken, of de persoon die ik in Den Haag op straat spreek of in Zoetermeer op straat spreek, die heeft niks aan een verhaal over Libanon. Die heeft een bepaald gevoel en dat gevoel dat wordt niet zomaar weggenomen door maar te gaan praten over ja, maar jongens, in Libanon doen ze het ook. En dus wij ook. Ja, ik blijf er nog steeds voorstander van dat wij afspraken moeten maken. Maar dat leg je dus niet op een manier uit over hoe het in Libanon allemaal fout gaat, maar over hoe we het hier goed gingen doen. En dat hebben we heel erg goed gedaan volgens mij in een aantal steden in Nederland toen die stroom in 2014, 13, 14, 15 zo groot was. Voorbeelden van in onze eigen stad van Aartsen en Abu Talib in Rotterdam die naar de mensen toe gingen. Het gingen uitleggen, dicht bij die mensen kwamen. Dat was niet met frames over Libanon, kan ik je vertellen. Dat was niet met frames over Turkije, kan ik je vertellen. Maar over hoe we daar dichtbij in jouw straat gaan regelen. En als we het op die manier kunnen blijven uitleggen, zo dichtbij, in een begrijpelijke taal, dan hebben we straks, hoop ik, partijen als Forum überhaupt niet meer nodig. Tot zover de aandacht voor hen. Oké, nog even een korte reactie van de heer Jansen en dan is het laatste woord voor mevrouw Hakbel. Het zijn natuurlijk allemaal mooie zalvende praatjes, maar dat lost natuurlijk helemaal niks op. Die mensen gaan dan gewoon blijven komen en die gaan dan ook dood op zee. En dat is allemaal omdat jullie ze gewoon laten komen en aantrekken. Want deze mensen, die vluchten niet alleen maar voor oorlog. Die komen hier omdat ze hier geld kunnen krijgen. Die komen hier omdat ze hier bijstand kunnen krijgen. Ze slaan allemaal veilige landen over. Ze gaan een hele gevaarlijke zee over om uiteindelijk het noordwesten van Europa te bereiken. Dus wees eens even realistisch, man. Die mensen gaan gewoon blijven komen. Ook al heb je van die mooie, lieve praatjes over de wereld. Dit gaat niet veranderen op die manier. Nee, maar dat ben ik een hele korte reactie. Ja, nee, maar dat ben ik natuurlijk helemaal met hem eens. Ik zeg ook helemaal niet dat migratie opeens gaat stoppen. Migratie is van alle tijden. Mijn vader is precies zo iemand als jij uitbeeldt. Is ook een, even in moderne term, een gelukszoeker geweest in de jaren 80. Wilde vanuit India vanwege oorlog, maar ook vanuit economische redenen, naar het westen te komen via een omweg in Nederland beland. En dat zijn de mensen waar het nu tegenwoordig ook weer over gaat. Dat is van alle tijden. Dat was in de jaren 80 zo, ver daarvoor zo en dat zal zo blijven zijn. Totdat wij realistisch zullen worden over wat de aanpak dan is. En de aanpak is niet daar ergens in de kiem smoren. De aanpak is voorlopig nu, en dat is even realistisch, op korte termijn aanpakken wat er in Moria verkeerd gaat. Mensonterende omstandigheden beëindigen. En dan vervolgens, zoals de VVD ook aangaf, investeren in de regio. In opvang in de regio, maar ook in de regio zelf. Als het economisch daar goed gaat, gaat het hier waarschijnlijk ook veel beter, omdat dat niet alleen handel oplevert, maar ook omdat we hier dus die spankrachtdiscussie überhaupt niet meer hoeven te voeren.
Oké, het laatste woord voor mevrouw Hakbijl. Hoe staat u tegenover die opvang in de regio, wat de heer Koemer voorstelt? Het CDA is daar voorstander van, maar dat heeft wel consequenties dat je niet tot in opvang in de eeuwigheid moet laten duren. Uh-huh. En dat betekent dus dat er verdergaande maatregelen zijn dan alleen die opvang in de regio. Ik ben er heilig van overtuigd dat mensen die hier naartoe vluchten, dat die niet op het moment dat die onder dreiging zijn, dat niet de gelukszoekers zijn. Dat die mensen echt verschrikkelijke omstandigheden hebben meegemaakt om vervolgens hier naartoe te komen. En het feit dat het nu in dit debat een beetje wordt afgezwakt als het zijn gelukszoekers en daarmee de hele migratie over één kam wordt geschoren, dat doet mij heel erg verdriet. Want ik denk op het moment dat je inderdaad tot de conclusie komt dat je alles achterlaat wat veilig is en op weg gaat naar het onbekende, dat maakt dat je dus altijd barmhartig moet blijven en moet zorgen dat er opvang ook in die landen binnen de Europese Unie mogelijk wordt gemaakt. Okay, en daar moeten we met deze partijen in ieder geval voor zorgen dat we in ieder geval een soort van overeenstemming over kunnen bereiken. Alleen een reactie van Felix Klos helaas en dan gaan we naar de publieksvraag. Heel kort, sorry. De kous sloeg me net een beetje om het hart toen meneer Jansen begon over mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, die hier in werkelijkheid komen om de bijstand te gaan trekken. Ik geef iedere zondag taalles aan twee Syrische jongens, een bakker en een loodgieter. Die zijn hier 6 jaar geleden gekomen nu. En die hebben van ons iets gekregen. Namelijk opleiding, een plek, huisvesting. Alles wat ze willen doen is bijdragen aan de Nederlandse samenleving. En als het op is, als ze hier lang genoeg zijn geweest, willen ze maar één ding. En dat is terug naar de plek waar ze vandaan komen. Ze laten me foto's zien van hun verwoeste steden, van hun familie en vrienden die er niet meer zijn. Ze willen terug om het op te bouwen. Laten we ze hier de tools geven om dat te doen. Dankjewel. We gaan naar het publiek. Is er een vraag uit het publiek? Daar even kijken. Doe maar. Ja, ik heb een vraag aan de VVD. Want ik zit een beetje in mijn maag met dat boetesysteem voor vluchtelingen. Dat betekent toch eigenlijk dat je dan je verantwoordelijkheden afkoopt als land? Er zijn nu landen die het gewoon niet doen. We hebben dat gehoord. Hongarije doet het gewoon niet. Dan hebben wij liever dat ze een heel hoge boete betalen en dat we dan andere landen zich in ieder geval hierdoor laten afschrikken, dan dat we zeggen, dan doen we het niet. Want wij geloven niet in een bindend systeem. Geef het antwoord op je vraag. Oké, we kunnen nog wel een vraag doen erachterin. Ja, mijn vraag gaat over hetzelfde onderwerp. Omdat er wordt gezegd, wij zijn tegen een bindend systeem, maar willen wel een boete. Is dat niet hetzelfde? Ik bedoel, als ik te hard rij, dat mag niet, dat is bindend, en ik krijg een boete. Dus en als je dan zegt een boete, waar ligt dan de grens? Ligt die grens dan bij, als je 1 vluchteling opneemt, dan heb je voldaan. Volgens mij moet daar altijd een soort van correlatie tussen zijn. Dus ik snap dat jullie zeggen, nee, we willen niet, want het is bindend en maar... Eigenlijk zeg je, het is wel bindend, of zie ik het verkeerd? Oké, goed. Aan wie stel je de vraag? Zowel aan de VVD als aan de SP. Oké, dan gaan we nu even aan de SP stellen. Ja, het tegenovergestelde is, wat bijvoorbeeld D66 zegt, van hef alle 28 landen op, maak 1 superstaat en regel het centraal. Dat willen wij niet. Wat we nu zien gebeuren is dat er veel geld wordt rondgepompt. We betalen met z'n allen heel veel belasting. Dat gaat allemaal naar Brussel en dat wordt dan herverdeeld. En ik vind dat op het moment dat je dus daar geen verantwoordelijkheid voor neemt, dat je dan niet als een soort neocoloniaal, als Nederlands politicus, die mensen daar kan dwingen. Want D66 staat voor Democraten 66. Maar ze hebben geen respect voor de democratie in Hongarije. Want als je daar wat aan wilt doen, dan moet je zorgen dat die mensen niet op een nationalistische regering stemmen. Maar wat we wel kunnen doen, is het belastinggeld dat wij allemaal afdragen, dat we daarvan zeggen van daar krijg je even wat minder van, zolang je je zo raar opstelt. Oké, even een korte reactie van de heer Tang en van de heer Klos en van mevrouw Strik. En dan gaan we door naar de volgende. Ik ga het even opnemen voor de heer Klos. Want ik vind dit echt niet kunnen, wanneer we op de SP suggereren. Een standpunt van D66. Nee, maar ik vind het een rare gang van zaken dat u probeert het standpunt van D66 te worden. Terwijl het duidelijk is dat dat niet het standpunt van D66 is. Ik ben het zeer eens met de vragen. Ik denk inderdaad dat bij een bindend systeem horen inderdaad ook boetes. Dat is een van de weinige drukmiddelen die je dan hebt vanuit de Europese Unie om die afspraken die gemaakt zijn ook te handhaven. Want je moet op een of andere manier afspraken ook handhaven.
En dit kan een heel effectief middel zijn, want landen als Hongarije, maar ook Slowakije en Polen, een flink deel van hun overheidsinvesteringen komt nog steeds vanuit Brussel. Dus ik denk dat het heel effectief is, maar het is zeker onderdeel van het bindend systeem waarvoor de Partij van de Arbeid zeer is. Oké, effectief middel, de heer Klos? Een reactie natuurlijk op meneer Hoekstra, want dit is typisch SP, hè? Grote woorden, verdachtmakingen, superstaat, elites, de nationale identiteit gaat weg. De Europese Unie, en dit moeten we goed beseffen, is ervoor opgericht om onze nationale identiteit en tradities te beschermen. Het staat zelfs in de verdragen. Dat is precies waarom Polen zich op dit moment zo gedraagt, omdat ze vrij zijn om nationaal te zijn. Toen Thierry Baudet daarmee werd geconfronteerd bij de verdediging van zijn proefschrift, bleek hij helemaal niet de verdragen te kennen. Het staat gewoon in artikel 2. Precies de diversiteit van de talen en de soevereiniteit van de landen bestaat dankzij de Europese Unie. Ik heb er één illustratie voor. 500 jaar lang hebben we dit op dit Europese continent zogenaamde soevereiniteit gehad, voor zover Nederland bestond. Iedere keer werden we als klein land onder de voet gelopen. De Spanjaarden, de Engelsen, de Duitsers, de Fransen. We hebben allemaal ruzie met ze gehad en we zijn door ze onder de voet gelopen. De afgelopen 70 jaar hebben we vrede gehad en kunnen wij zijn wie wij zijn, trotse Hollanders, omdat we lid zijn van de Europese Unie. Dankjewel. Meneer Jansen krijgt hier nog wel even de kans om hierop te reageren. Dan gaan we echt door. Dus mevrouw Strik, meneer Jansen en dan gaan we door. Ik wil wel even terugkomen op waar we het over hadden. Namelijk een bindend systeem voor asielzoekers. Kijk, als boetes zou werken, dan zou dat prima zijn. Want wij zijn voor een bindend systeem. Anders brokkelt het draagvlak ook in andere landen af. Dus we hebben dat nodig. En ik wil dat maar even illustreren bij Salvini. Werd net veroordeeld door de heer Tang. Terecht, maar tegelijkertijd komt het wel ergens vandaan. We hebben Italië al tientallen jaren bijna laten zitten met de grote belasting die zij hadden als gevolg van de asielzoekers die daar binnenkwamen. Als wij geen bindend systeem creëren, als wij geen solidariteit hebben onderling, dan zie je dat die buitenlanden, die buitengrenslanden, alleen maar verder gaan met afschuiven van asielzoekers. Ze komen in Libië terecht, in detentiecentra. Ze komen in Turkije terecht, die vervolgens zelf weer de grens afsluit. Dus willen wij echt in lijn met onze eigen mensenrechten vluchtelingen opvangen, dan zullen we ook echt elkaar moeten dwingen om deel te nemen. Oké, dankjewel. Echt laatste woord voor de Jansen. Ik wil toch even dit ernstig historisch revisionisme bestrijden. Want Nederland is helemaal geen geschiedenis gestudeerd, denk ik. Het is niet zo dat Nederland continu onder de voet is gelopen. Nederland heeft heel vaak gewonnen. Maar om even terug te komen op het onderwerp. Kijk, wat jullie nu voorstellen is dat we landen gaan verplichten om massale immigratie te accepteren. Dit is echt niet wat de mensen willen. Mensen willen dat ook niet in Nederland. En in Hongarije willen de mensen dit al helemaal niet. Er is een referendum geweest, die heeft net niet gehaald. Dat is 49% opkomst, moest 50% zijn. Maar 98% van de mensen die opkwam, zei nee, we willen geen open grenzen. En daarom is ook Orbán, zijn partij, heeft een meerderheid in zijn parlement. Dit is wat de mensen willen. En jullie willen die mensen het recht ontnemen om hun eigen beleid vorm te geven. Oké, dankjewel. Volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten. Maar we gaan door. Er zijn twee belangrijke onderwerpen nog. En de volgende is klimaatverandering. En de stelling luidt. De EU moet het huidige klimaatbeleid verder uitbreiden. Met bijvoorbeeld een CO2-heffing en een vliegbelasting. Om zo op EU-niveau acties tegen klimaatverandering extra te stimuleren. We gaan weer even kort de stellingnaam van elke partij horen. En we beginnen nu weer bij mevrouw Hakbijl. Voor. Oké, dat was heel kort. Voor. laat ik daar wel aan toevoegen dat voor mij duurzaamheid meer is dan alleen milieu en klimaat. Mm-hmm. Het gaat ook over de mens. Dus voor ons, voor de Partij van de Arbeid, gaat de CO2-heffing niet alleen om het principe de vervuiler betaalt, maar ook om de rekening eerlijk neer te leggen. Dus voor mij is het rood en groen en duurzaamheid in brede zin. Zullen we juist Europa veel verder moeten laten gaan. Oké. De heer Jansen. Wij zijn hier niet voor. Wij geloven niet dat je dit soort maatregelen kan nemen om dit soort dingen te bereiken. Als je alleen als Nederland dit al doet, dan gaat de mondiale temperatuur ongeveer 0,00007 graden omlaag. Mm-hmm. Kost ons meer dan 1000 miljard. En de rest van de wereld doet gewoon niet mee. Dat geldt ook voor Europa. Als Europa dit al zou doen, als we al die andere landen mee zouden krijgen in deze gekkigheid, dan is China nog steeds de allergrootste uitstoter en verandert er helemaal niks. Oké, dankjewel. Mevrouw Strik.
Ja, voor. Wil je klimaatverandering aanpakken en de uitstoot reduceren, dan zul je dat inderdaad gezamenlijk moeten doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus laten we beginnen op EU-niveau. He, dan hebben we ook meer draagvlak voor de CO2-belasting in Nederland, als we het allemaal samen doen. Je dwingt er innovatie mee af. Je zorgt ervoor dat de schade in rekening wordt gebracht. En je zorgt dan inderdaad ook dat mensen met lage inkomens dat ook vergoed krijgen. En zo kun je ook door belastingverschuiving zorgen dat er minder gevlogen en meer treinen genomen worden. Oké, dankjewel. Ook de VVD is het eens met deze stelling. Dit is nou bij uitstek zo'n onderwerp, het tegengaan van klimaatverandering, dat je op internationaal niveau moet regelen. Mm-hmm. Schone lucht stopt niet bij de landsgrenzen. CO2 maar, is niet, dus gewoon schone lucht. Ja, even niet onderbreken. Oké, daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar de VVD is wel voorstander van dat de doelen worden vastgesteld op Europees niveau, maar dat landen zelf invulling mogen geven aan hoe ze die doelen bereiken. Oké, dankjewel. De heer Klos. Meneer Jansen geeft het beste argument voor Europees klimaatbeleid, dat we namelijk in Nederland alleen heel veel kunnen bereiken, maar meer met de Europese Unie. En er zijn twee onderdelen die worden genoemd in deze stelling. Eén is een Europese CO2-heffing. Mm-hmm. Daar ben ik voorstander voor, omdat als wij eindelijk in Nederland voorstellen om zoiets te doen, de CEO van een of ander bedrijf in de krant schrijft, dan gaan we weg. Dan gaan de banen weg. Dat is onacceptabele gijzeling. Dat moeten we samen gaan doen. Twee is de vliegbelasting. Het is absurd dat je meer belasting betaalt over een kopje koffie op Schiphol dan over een volle tank kerosine. Dat slaat nergens op. Dankjewel. Van de wereld. De heer Koemer. Ja, voor. Als wij klimaat willen aanpakken, dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen we dat absoluut samen moeten doen. En ik vind het fascinerend om zo weer te horen van een aantal partijen hier dat het stopt bij de landsgrenzen. We zouden het wel in ons eentje kunnen doen. Volgens mij schaadt het sowieso niet om CO2 aan te pakken. CO2-reductie toe te passen. Volgens mij schaadt dat nooit en is het altijd goed. Het is ook niet iets waar we mee moeten beginnen op Europees niveau. We zijn er al mee begonnen. In Nederland, op heel veel andere plekken, in steden, in dorpen, er zijn talloze initiatieven die al lopen. Die en daarin moet geïnvesteerd worden, dat kan heel goed met Europees geld, om zo toch die doelen uit ons klimaatakkoord, maar ook straks op Europees niveau, te gaan halen. Dankjewel. De heer Hoekstra. Ja, het klimaatprobleem houdt inderdaad niet op bij grenzen en ook niet bij de buitengrenzen van de Europese Unie. Dus we moeten dit globaal aanpakken. En natuurlijk kan je ook op Europees niveau samenwerken, maar daarbij is vooral de vraag wie betaalt uiteindelijk de rekening. En het is natuurlijk raar dat vliegen goedkoper is dan met de trein reizen. Het is natuurlijk raar dat de grootvervuilers, de echte grote vervuilers, amper belasting betalen. En als die belasting gaan betalen, dan hoeven wij huurders in een sociale huurwoning niet te belasten met een energierekeningverhoging van €300. Laat staan mensen in Oost-Europa met een minimumloon van €600. Hoe gaan we van hen verwachten dat ze hun huis gaan isoleren en een warmtepomp gaan aanschaffen? Oké, dankjewel. Is het voor of tegen? Voor internationaal samenwerken, ja. Oké, dankjewel. Een Europese CO2-heffing. Ook, ja. Oké, dan gaan we nu naar de heer Jansen. Ja, er wordt hier gezegd dat het niet zou schaden om CO2-uitstoot terug te dringen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Wij worden straks verplicht, als het aan de VVD en het CDA ligt, om onze gehele economie op te offeren om dit fantasieproject te kunnen bekostigen. Alleen al in Gelderland, de provincie Gelderland heeft afgelopen week bekendgemaakt dat het 200 miljard gaat kosten om daar de huizen aardgasvrij te maken. Dat is deel van het hele project. Als we dit voor het hele land zouden gaan doen, dan kom je op 1500 miljard alleen al voor het gasvrijmaken van huizen. Dit is een bizar idee en die moet onmiddellijk stoppen en al helemaal niet nog verder gaan op Europees niveau. Oké, dankjewel. Ik wilde heel even beginnen met één korte vraag aan mevrouw Schreinemacher van de VVD. Want we kunnen ook lezen in jullie verkiezingsprogramma dat jullie ook de doelen die de EU heeft gesteld voor 2030 van 40% willen verhogen naar 55%. En ik vroeg me af, zit er een verschil tussen bijvoorbeeld jullie en GroenLinks of D66? Of denken jullie daar precies hetzelfde over, op het gebied van het aanpakken van klimaatverandering? Nou ja, zoals gezegd vinden wij dat Nederland zelf mag bepalen hoe zij die doelen bereikt. Mm-hmm. En die bangmakerij van Forum voor Democratie, daar ben ik het ook echt niet mee eens. Want we hebben het over CO2, we hebben het over Europese maatregelen hier, hè, voor CO2-uitstoot. Dat bestaat al, dat systeem, al heel lang, handelsemissierechten. Ja, maar helemaal. Nou ja, oké, dan zijn wij het daar ook weer over oneens. En de VVD is er voorstander van dat we rechten uit die markt halen, waardoor de prijs stijgt en daardoor bedrijven minder zullen uitstoten. Oké, dankjewel. We gaan naar de heer Tang, de heer Hapwel en dan naar mevrouw Strik. Ik vind het altijd moeilijk te begrijpen. Dit is het huis van de wetenschap, toch?
En het wetenschappelijk bewijs laat zien dat er een menselijke bijdrage is aan klimaatverandering. Dat wordt ontkend door Forum voor Democratie. De 1000 miljard komt ook uit de lucht vallen, factcheck geweest. Ik begrijp niet hoe je een wetenschappelijk studie kan volgen en Forum voor Democratie kan stemmen. Ik begrijp het gewoon niet. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs. Sorry. Ja. Maar laten we het echte debat ook voeren. Ik vind het onbestaanbaar dat we Amerika toelaten om het Parijsakkoord niet te ondertekenen en dan geen compenserende tarieven te hebben. Het is wat ik bedoel met duurzaam handelsbeleid. Betekent ook dat wij moeten zorgen dat het oneerlijke concurrentievoordeel, of dat nu ligt bij China, of dat nu ligt bij Amerika, opheffen bij de grenzen. En dan zou de discussie in Nederland ook veranderen, want we weten hoe het eigen beleid van de VVD gaat. Dat betekent namelijk dat er naar een systeem wordt gezorgd wat het Nederlandse bedrijfsleven voorziet, waarbij de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler komt of bij het klimaat, want dat is wat er gaat vrezen. En een CO2-heffing is tamelijk eenvoudig. De Partij van de Arbeid stelt voor Nederland voor €45 2021. Dat werkt. Dat is wat de VVD nog niet wil. Dat is het eigen beleid. Maar ik voeg daar dus aan toe dat ik ga de VVD helpen. Kom met klimaattarieven, zodat de Amerikaanse producten hier niet met een oneerlijk voordeel op deze markt komen. Oké, dankjewel. Even een korte reactie van de heer Jansen. Dan gaan we naar de Hakbel, Pastrik, en dan naar de heer Kumar. En dan even hier iets op zeggen. Natuurlijk zijn we het eens over dat wetenschap heel belangrijk is. Maar wat zegt de wetenschap? En er wordt gesproken over bangmakerij. Jullie maken kinderen bang dat de wereld over 10 jaar vergaat. Dat is letterlijk wat er gezegd wordt op scholen en wat er door deze partijen wordt voorgestaan. En het is natuurlijk gewoon niet waar. Het KNMI, als we het over wetenschap hebben, die geeft aan dat de zeespiegelstijging is niet veranderd in Nederland. Al 123 jaar is die gewoon gelijk. Aan het einde van deze eeuw is die dus ten opzichte van het begin van deze eeuw 20 centimeter gestegen. Dat is waar we het over hebben. En als Parijs niet gehaald wordt, zegt het KNMI, dan stijgt de zeespiegel 10 centimeter harder. De wereld vergaat niet en de wetenschap is het hierover eens. Jullie moeten ophouden met deze ontzettende bangmakerij. Okay, ik wil er iets over zeggen. Nee, maar we gaan echt even nu punt van discussie. Nee, maar dit is. Kijk, ik ben wetenschapper geweest. Ja, dus ik ga ook niet doen alsof ik nu wetenschapper ben. Mm-hmm. Ik verwijs naar de wetenschap. Je hebt de IPCC. Dat heb ik net ook gedaan. IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zegt al sinds jaar en dag dat met zeer grote waarschijnlijkheid de mens bijdraagt aan klimaatverandering. Dat zijn de wetenschappers, dat is het wetenschappelijke forum. Ik daar durf naar te luisteren, u stopt uw oren. Nou, zegt u dan eens iets op wat de KNMI zegt? Dat is toch een wetenschappelijk instituut? Korte reactie van de heer Tang, dan gaan we naar mevrouw Stik. Nee, ik verwijs naar het IPCC, wat al sinds jaar en dag... Raad u aan om eens een rapport te lezen. Het KNMI is onderdeel overigens van hetzelfde IPCC. Nou. Dus die conclusies zijn niet anders van de KNMI en het IPCC. Ik vind het wel grappig dat, meneer Van Forum juist zegt van bangmakerij. Toen ik de overwinningsspeech van de heer Baudet las, toen dacht ik van wow, wat een doemdenkerij. De wereld vergaat. Tenzij Baudet de macht krijgt. Ik denk dat dit juist gaat om pure nuchterheid. Inderdaad, we kijken naar de feiten. We kijken naar de onderzoeken die zijn gegaan. En we zeggen niet alleen maar, oh help, we vergaan. Nee, we zeggen, we moeten gewoon maatregelen nemen. En het verschil met de VVD misschien, hè, dat was de vraag, is denk ik van, het is fantastisch dat de VVD ook hogere doelen heeft geformuleerd. Maar daar kan het niet bij blijven. Je moet ze invullen. Je moet maatregelen nemen. Dat missen we op Nederlands niveau. Maar dat missen we ook nog op Europees niveau. Dan moet je ook durven om met belastingtarieven te gaan werken. Om het emissiehandelssysteem sterker te maken. En om bedrijven aan te pakken. Zodat toch inderdaad die vervuiler betaalt. Oké, we gaan naar mevrouw Hakbel en dan gaan we naar deze kant. Ja, volgens mij laat deze discussie zien de meerwaarde inderdaad van de Europese Unie om juist eigenlijk zaken rondom klimaat gezamenlijk aan te kunnen pakken. Ik geef een voorbeeld. Ik woon in Utrecht. Utrecht was een van de eerste steden waar een milieuzone in werd ingevoerd. Vervolgens kwam Rotterdam en nog een aantal andere steden. En we zien dat er allemaal net iets afwijkende zones worden ingesteld. Dat is volgens mij bij uitstek iets waar de Europese Unie een meerwaarde in zou kunnen hebben door dat veel meer centraal af te spreken. Zodat ik niet hoef na te denken of ik met mijn auto wel in de Duitse stad kan rijden, maar niet in de Rotterdamse stad. Maar dat ik dus gewoon op een gegeven moment weet, die zones gelden daar overal. En dat zijn juist maatregelen waar in ieder geval bewoners die daar zitten heel veel baat bij hebben. Het andere voorbeeld wat werd genoemd rondom die emissierechten. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat we voor ogen houden dat bedrijven die wij wegsturen omdat ze te veel uitstoot hebben, dat die verkassen naar India of naar China, dat we daar niet bij gebaat zijn. Omdat die uitstoot mondiaal, zoals de SP zegt, gewoon weer op ons neerdaalt. Dat is de reden waarom we dus afspraken moeten maken die we kunnen
regelen met elkaar, maar waarvan we ook kunnen zeggen, op het moment dat een bedrijf zo intensief uitstoot levert en hij kan dat niet terugbrengen, dan kunnen we daar een vrijstelling op leveren om te zorgen dat ze niet wegvluchten, maar dat de werkgelegenheid behouden blijft. En dan gaan we vanuit de Europese Unie investeren in innovatie en kennis. Daar zit de oplossing. Niet door de grenzen te sluiten. Dankjewel. We gaan naar de heer Koemar, naar de heer Klos en dan naar mevrouw Seijnemacher. En dan eindigen we met meneer Hoekstra. Ja, ik hoorde net van meneer Jansen dat Gelderland, we hebben iets geleerd vandaag, 200 miljard. Miljoen. Miljard. 200 miljard. Ik zeg beste business case ooit. Beste business case ooit. Zoals mevrouw Hakbel net al aangaf, de oplossing voor, u noemt het klimaathysterie, maar de oplossing voor de klimaatcrisis waar we op afdrijven te stevenen, is dat we gaan investeren in innovatie. Is dat we bedrijven, klein en groot, dus ook die multinational, de ruimte geven, via belastingen, via allerlei mechanismen, innovatiefondsen, structuurfondsen, de ruimte geven om te innoveren, om die circulaire economie, en wat is die circulaire economie? Dat gaat soms over koffie maken uit paddenstoelen drap, maar ook heel vaak over warmtepompen. En dat soort innovaties te stimuleren om die klimaatcrisis tegen te gaan. Ik hoop dat we dat met z'n allen gaan doen. Er zijn talloze bedrijven nu al bezig, nogmaals richting GroenLinks. We moeten niet pas op Europees niveau beginnen. We zijn al begonnen. Talloze bedrijven doen het al. Daar zit een enorme oplossing. Dan je stimuleert hoop ik dat innovatie ook juist met CO2-heffing. Hè? Want daar gaan bedrijven vanzelf investeren. Nee, maar daar was ik ook voor. Dus daar komen we nog op. Maar dank voor die interventie. Ik maak me nog heel even af. Want ik hoop dat we zeg maar, de ChristenUnie, die gelooft echt, maar die gelooft ook echt dat we de wereld, wij noemen dat schepping, sorry voor het jargon, dat we die kunnen doorgeven aan onze volgende generatie. En ik hoop ook dat, ik zeg dat dan maar ook even richting Forum, dat de elf van Minerva ook over 10 jaar nog een veilig nestje kan bouwen, zonder dat het verstikt onder de koolstofgassen die hier het moeilijk maken. Oké, dankjewel, de heer Klos. Nou, zou ik maar even verder gaan dan de brokstukken van de beschaving. Daar gaan we anders tussen staan als het niet verder gaat met het klimaatbeleid. Ik wil iets kort zeggen, want we hebben hier iets gezien wat best wel bijzonder is, waar we niet zoveel aan hebben. Partijen, mevrouw Strikken en meneer Tang raken verstrikt in een discussie met meneer Jansen over de klimaatwetenschap. Er is een hele grote democratische meerderheid in Nederland die wel in de wetenschap gelooft. En dat is fijn. En dat hebben we in Nederland en dat hebben we ook in Europa. Dus laten we van die discussie een beetje afstand nemen. Het is niet zo relevant dat er één partij is die het ontkent of er niks mee wil doen. En laten we dan verder gaan met de suggesties. Want volgens mij hebben we nieuws ook. De SP is dus ook voorstander van een Europese CO2-belasting en ook voorstander van een Europese vliegtaks. Dat is heel mooi. Bijna al deze partijen zijn daar nu voor. Nu moeten we ermee verder gaan. Maar je hebt maar twee voorbeelden genoemd in de stelling. En volgens mij ontbreekt er eentje waar we nog veel harder mee aan de slag moeten gaan. En dat is dat het treinnetwerk in Europa veel sneller en beter zou moeten gaan. Dat we niet alleen nationaal daarin moeten investeren, omdat je anders een probleem hebt met een Noord-Duits dorpje dat een brug niet wil fixen, terwijl wij vanuit Groningen naar Hamburg willen. Je moet dus supranationaal een treinnetwerk kunnen gaan aanleggen. En 18-jarigen die voor het eerst gebruik maken van hun recht op een Interrailpas, zouden dat een zomer gratis moeten kunnen doen om daarmee kennis te maken. Mevrouw Schijnenwacht van de VVD, meer investeren in treinen. Hoe staan jullie er tegenover? Ja, volgens mij is er geen verkiezingsprogramma waar de snelle treinen niet in staan. Mm-hmm. Dus misschien met uitzondering van Forum voor Democratie. Goed nieuws. Nou ja. Dus hartstikke goed. Okay. Zeker doen. Ik word een aantal keer VVD genoemd. De kosten zouden bij de burger terechtkomen. Volgens mij is er geen VVD'er geweest de afgelopen maanden die niet heeft gezegd het moet betaalbaar en behapbaar blijven voor de burger. Wij maken ook die mensen bang dat de wereld over 10 jaar vergaat. We zeggen we hebben er 30 jaar de tijd voor, laten we die tijd ook nemen. Ja, juist dan is het en, ja, maar we hoeven niet alles in 1 keer nu in 3 jaar te zorgen dat heel Amsterdam aan een warmtepomp is. Ja, dat is mijn punt. Dat gevoel van urgentie. Dat je dat mist, dat mis ik bij de VVD. Dat gaat er juist voor zorgen dat we over 30 jaar te weinig hebben bereikt om die fantastische, ambitieuze doelen van de VVD te bereiken. Nou ja, mag ik nog even mijn punten afmaken? Mm-hmm. Volgens mij hebben we wel ambitieuze plannen. Alleen zeggen we dat het gewoon niet binnen 3 jaar hoeft. De aanpak van het emissiehandelssysteem, nou ja, dat heb ik volgens mij net al uitgelegd dat we daarvoor zijn. Maar het is ook goed om te kijken hoe kun je nou op een positieve manier zorgen dat er het klimaatverandering tegen wordt gegaan. En dat is inderdaad investeren in innovatieve ideeën.
We vinden dat dat vanuit Europa moet. En we vinden ook dat Europa moet kijken naar verschillende vormen van energie. Dat is dus niet alleen nog maar op kolen in sommige landen of olie. En daar moet naar gekeken worden. En op die manier maken we ons ook minder afhankelijk van anderen. We hebben het eerder gehad over machtsblokken zoals Rusland. We moeten daar veel meer zelfvoorzienend worden als Europa. Oké, dus de VVD zegt doel voor ogen, kleine stapjes. GroenLinks zegt nu vol inzetten. Arnoud Hoekstra van de SP, hoe staan jullie er tegenover? Ja, ik wil er even op ingaan op dat punt ook van de lasten neerleggen bij die inwoners, wat de VVD doet vanuit hun kabinet. Kijk, ik ben geen wetenschapper, maar als gediplomeerd elektricien heb ik wel verstand van energie. En als ik kijk in de volkswijken, in sociale huurwoningen, zie je dat mensen meer dan 100 euro per maand kwijt zijn om het überhaupt een beetje warm te houden. Terwijl je voor datzelfde bedrag naar de andere kant van de Europese Unie kan vliegen. Dat is natuurlijk raar dat woningcorporaties geen geld hebben om in sociale huurwoningen te investeren, omdat minister Blok van de VVD een blokheffing heeft ingevoerd. En dat vervolgens de aandeelhouders van die bedrijven er mooi mee wegkomen en dividend ontvangen dat amper belast wordt. Dus ik zou het heel fijn vinden om samen met de VVD samen te werken om juist die rijkste 10% aan te pakken, zodat gewoon normale mensen in een normale woning op een fatsoenlijke manier mee kunnen helpen aan het klimaatbeleid. En daarmee ook zorgen dat er draagvlak ontstaat voor klimaatbeleid. Oké, dankjewel. Jongens, dit was helaas het laatste woord. We gaan naar het publiek. Ja, we kunnen hier natuurlijk nog heel lang over doorpraten, maar we zitten ook met de tijd. Een publieksvraag. Ik zie daar een publieksvraag. Ja, Jentel. Hi. Mag ik eens komen? Een vraag voor de VVD en CDA. Ik hoorde je zojuist zeggen dat jullie voor het hervormen van de European Trading System, van die credits zijn. Maar in 2017 hebben jullie gewoon nog allebei tegen gestemd. Dus is dit een plotselinge draai of zijn jullie kiezers hier aan het voorliegen? Dankjewel voor je vraag. Ik weet in ieder geval dat we nu vinden dat we dat het hervormd moet worden. En wat daar de precieze achtergrond van was. De invloed van D66, denk ik. En de ChristenUnie. Oké, dankjewel voor je vraag. Is er nog een andere vraag, het publiek? Ja, hier nog één vraag. Ja, het is nu heel veel gegaan over nieuwe vormen van belasting en heffingen om CO2 te verminderen. Maar ik heb eigenlijk een vraag aan dan voornamelijk de partijen zoals GroenLinks, D66 en PvdA over bijvoorbeeld duurzame energie. Iets wat natuurlijk dan mee zou moeten gaan, maar waar ik eigenlijk helemaal niks over heb gehoord. En hoe jullie daar dan in staan, bijvoorbeeld uitwisseling tussen verschillende landen voor duurzame energie, dat soort plannen. Oké, mevrouw Streek. Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk zit dat een beetje achter het gepraat over belastingheffing en dergelijke. Want als wij die CO2-heffing doen, dan houden we ook geld over juist om te investeren in duurzame energie. Dan kunnen we die transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie ook gewoon sneller versterken. En dat heeft dan te maken met windmolens op zee, maar ook een gridsysteem waardoor je energie die je aan de ene kant van Europa opwekt ook makkelijker kunt vervoeren, kunt transporteren naar andere delen waar ook energie nodig is. Dus dat is absoluut ook de kracht van de Europese samenwerking, dat je al die verschillende bronnen hebt van energie die je kunt opwekken en dan gezamenlijk verdelen. Eén korte reactie van de heer Tang en dan gaan we door. Ja, er moeten twee dingen gebeuren. Je hebt een Europese elektriciteitsmarkt nodig, want je wil heel graag dat je pieken en dalen tegen elkaar kan opvangen. Dat is er op dit moment nog veel te weinig. Twee, en dat is wel weer een verschil met de liberalen daar, wij zijn zeer voor een bindende aanpak. En Nederland denkt graag dat het je beste jongetje of meisje van de klas is, maar het aandeel van duurzame energie bungelen wij onderaan samen met die andere belastingparadijzen Malta en Luxemburg. Dus we hebben die dwingende aanpak echt nodig, willen we wind en zon meer produceren hier in dit land. Oké, dankjewel. We gaan, dankjewel ook voor je vraag, we gaan door naar de laatste stelling alweer. Ik wil mij een aantal dingen verweten over dat ik niet in de wetenschap zou geloven. Maar ik wil toch jullie echt even aanraden. Oké, maar we gaan niet de hele discussie weer openen. Dus even een hele korte reactie. Kijken wat het KNMI is. KNMI is het instituut dat verantwoordelijk is voor klimaatonderzoek in Nederland. Dit waren feiten van het KNMI. Nee, en jij gaat daar tegenin. Je hebt het rapport gewoon niet gelezen. Je moet daar gewoon serieus naar kijken. Er is gewoon serieus niet heel veel aan de hand. Ja. Oké, we gaan goed kijken naar het rapport van de KNMI. En we gaan door naar de laatste stelling. En het laatste onderwerp. En die gaat over de politieke samenwerking binnen de EU. En de stelling luidt, er is de afgelopen jaren te veel beslissingsgevoegdheid naar Brussel gegaan, waardoor de nationale soevereiniteit van landen in het gedrang is gekomen.
We gaan weer het rondje maken. We gaan nu beginnen bij de heer Hoekstra. Hoe staat de SP hier tegenover? Ja, inderdaad. En als het aan een aantal van deze partijen ligt, gaat er nog veel meer beslissingsbevoegdheid naar Brussel, maar niet als het aan de SP ligt. We hebben het recent gezien met de export van de WW, dat een arbeidsmigrant die hier werkt, ontslagen wordt, zijn WW voor 6 maanden terug kan nemen naar een land waar het minimumloon een kwart is van het WW hier. Het gaat mij niet om het inhoudelijke voorbeeld. Het gaat mij erom dat 150 Kamerleden waren tegen, het kabinet was tegen, alle Nederlandse Europarlementariërs waren tegen en het gaat allemaal deuklopen. Er is niet over gestemd. Het dank u wel. Even, het gaat gewoon door als ze daarover. Als het in stemming wordt gebracht, uiteindelijk is het nu van de agenda gehaald, komt gewoon weer terug. Als een meerderheid in het Europees Parlement bepaalt dat het gebeurt, dan hebben wij daar niks meer over te zeggen. Oké, okay, meneer Hoekstra, dankjewel. Meneer Tang, we gaan straks het plenaire debat houden. De heer Koemer. Ja, soevereiniteit, dat is een, soms denk ik, althans binnen de CU worden we zo gedrild. Het is een uitvinding van Abraham Kuyper, maar dat is misschien een vloek in de kerk hier bij de UvA. Maar ja, de ChristenUnie vindt dat er veel te veel soevereiniteit is overgedragen de afgelopen tijd aan Brussel. Op zich, om heel eerlijk te zijn, moet er natuurlijk ook daar heel in zijn, valt het wel mee ten opzichte wat er nog op stapel ligt. Het is, zoals meneer Hoekstra net al aangeeft, het voorbeeld van de WW, ligt op stapel, is nu niet doorgaan, ligt op stapel. Europees Openbaar Ministerie, zijn we nu lid van geworden. Ja, zijn allemaal van die dingetjes waarvan wij denken bij de ChristenUnie, wat je nationaal kan doen, blijf dat dan ook gewoon doen. Hè? Samenwerken waar het moet en waar het echt nodig is. En niet dat hellend vlak blijven afgaan en meer naar Brussel stoppen als dat helemaal niet nodig is. Oké, okay, dankjewel. De heer Klos. Dankjewel. Je beschrijft wat de Europese Unie is. Een unie van staten en burgers waarbij we doen op het nationale niveau wat daar het beste uitkomt, bijvoorbeeld zorg en onderwijs. En op het Europese niveau doen wat daar het beste uitkomt, bijvoorbeeld klimaat, immigratie en terrorisme. De frasering van deze stelling is echt onzinnig, debiel. De nationale soevereiniteit, moet je even afvragen wat dat betekent, soevereiniteit. Dat betekent macht, dat betekent iets kunnen doen in de wereld. Dat is waarom wij gezamenlijk regels maken en waarom wij in Nederland op de schouders van onze vrienden staan om echt iets te kunnen betekenen. Dankjewel. Mevrouw Schrijnemacher. Voor de VVD is Europa, moet Europa zich bezighouden met dingen die landen niet alleen kunnen doen. Dus dat gaat over dingen die we vandaag hebben besproken. Het tegengaan van klimaatverandering, het bestrijden van terrorisme, het samen militair samenwerken. Dat betekent niet een Europees leger, maar we kunnen wel militair samenwerken. En dus de grensoverschrijdende thema's. En ik was ook niet erg gelukkig met de stelling, maar eens dan. Oké, dankjewel. Mevrouw Strik. Ja, het lijkt soms een beetje een schijntegenstelling tussen soevereiniteit en Europese besluitvorming. Het gaat ons om zeggenschap. He, heb je zeggenschap over het beleid wat je wil voeren? En ik zie heel duidelijk dat je dat op Europees niveau ook kan doen. En je kunt dat, je kunt je regering met een boodschap sturen. Je hebt in het Europees Parlement, heb je zeggenschap. Wij willen vooral kijken van welke problemen kun je het best op Europees niveau oplossen. En die zijn er nogal wat. We hebben er net 3 van die thema's behandeld. Waar je politieke keuzes op moet maken. Waar je krachten het beste kunt bundelen. En denk aan het buitenlandbeleid waar dat inderdaad nog een slagje beter kan. Maar juist ook als je multinationals wilt aanpakken, dan zul je gezamenlijk afspraken moeten willen maken over belastingontwijking. En ook daar hebben we Europese bevoegdheden voor nodig. Oké, dankjewel. De heer Jansen. Ja, natuurlijk is er veel te veel soevereiniteit verloren aan Brussel. We hebben op alle vlakken zijn we eigenlijk niet meer de baas over onze eigen besluitvorming. En de Nederlandse bevolking heeft zich hier ook meerdere keren tegen uitgesproken. We hadden een referendum over de grondwet voor de Europese Unie. Zei de Nederlandse bevolking overweldigend nee. Toen kregen we het alsnog via het Lissabon-verdrag. Oekraïne-referendum, een indirect referendum over de uitbreiding van de Europese Unie, ging gewoon door. En zeggenschap, dat hebben wij helemaal niet. De WW, inderdaad, wordt gewoon straks doorgedrukt. We hebben het gezien met de pulsvissers. Nederland heeft niks te zeggen. De Nederlandse bevolking wordt buitenspel gezet. En soevereiniteit hebben we op heel veel vlakken en al verloren. En dat gaan we nog veel meer doen. Oké, duidelijk. De heer Tang. Ja, de ironie is natuurlijk dat we dit onderwerp hebben nadat we hebben gesproken over buitenland, beleid, mensenrechten, asielbeleid en klimaatbeleid. Het onderschrijft de stelling al. Mag ik er één aan toevoegen? Want dit is de economiefaculteit. We leven in een tijd van kartelkapitalisme. Een enorme concentratie van geld en macht. De techgiganten, Google en Facebook, die alles van ons weten en meer willen weten. Maatschappijen als Shell, die nog steeds volop in fossiel zitten. En farmaceuten, die de prijs van medicijnen onnodig hoog laten oplopen.
ja, Europa is voor mij dus ook een tegenmacht. Waarmee we de toekomst weer eens opuiten, een tegenmacht tegen die concentratie van macht en geld bij het bedrijfsleven. Dus ik zou zeggen, eis die toekomst op, kies voor Europa, kies voor Europese soevereiniteit. Dank u wel. Mevrouw Hakbel. Ja, alles is al een beetje gezegd ongeveer, dus dat is altijd mooi als je mag afsluiten in zo'n stelling. Hey, voor het CDA is het eigenlijk vanzelfsprekend. Soeverein waar je je eigen zaken inderdaad wil regelen. Dus dat geldt inderdaad op het gebied van gezondheidszorg. Dat geldt nog steeds op het gebied van defensie. Maar inderdaad samen waar je eigenlijk net de vraagstukken over hoorde. Migratie, terrorisme. Het belangrijkste punt eigenlijk waar ik even op wil ingaan. Wat net kwam over die WW-uitkering. Mm-hmm. Het belangrijkste is eigenlijk dat die hele sociale zekerheid, die hervorming, die is nu van de agenda gehaald en die komt terug. Dat is het mooie. Daar kunnen we ons weer voor inzetten. Wij allemaal die hier staan en met de partijen die we vertegenwoordigen. En een van de belangrijkste dingen, en dat vind ik dus wel belangrijk om even mee te geven aan de SP, is dat er recent ook door het CDA is ingezet op een arbeidsautoriteit. Die dus toezit op de arbeidsomstandigheden en het gelijk loon wat je kan betalen in verschillende landen. En dat is bij uitstek iets wat je dus regelt in EU-verband. En wat dus goed werkt. Want je wil niet dat je vervolgens mensen goedkoop hier onderbetaalt omdat je eigen mensen het geld er niet voor over hebt. Daar zit juist de meerwaarde van de EU. En daar moeten we voor blijven inspannen. Oké, de heer Klos. Ja. Die stelling die ging over dat er te veel nationale soevereiniteit zou zijn afgenomen en dat we daar iets aan moeten doen. En dat hoor je te pas en te onpas. Het was het belangrijkste argument van de Brexiteers, van Boris Johnson, die het altijd over kromme bananen had en condooms en zo. En dat soort leuke dingen hoor je ook uit die eurofobe hoek die bijvoorbeeld Baudet en waar de PVV in zitten. Maar nu hoor ik dat de VVD ook voor de stelling is, dat er te veel nationale soevereiniteit is afgedragen. Ik heb eigenlijk een vraag in plaats van een... Ja, mijn vraag is er een regel van de interne markt die je zou willen terugdraaien? Als we nu op zoek gaan, is er iets dat we terug moeten halen? Nee, we waren niet heel gelukkig met de stelling, want mm-hmm. Het ging ons niet zozeer om die soevereiniteit, maar wel omdat er politieke besluitvorming is wat ons betreft op Europees niveau geen doel op zich. Okay. En daarom zijn we het eens met de stelling. Oké, we gaan even naar de rechterkant. We hoeven geen regels teruggedraaid. En dan naar de heer Hoekstra. En dan gaan we naar de andere kant. Ja, dames en heren, ging het bij de VVD maar over soevereiniteit? Want een wetsvoorstel van door D66 al de zo geroemde Kees van der Staaij in de Eerste Kamer, initiatiefvoorstel, waarbij we dus voorstellen dat allerlei taken die we willen afdragen aan Brussel een tweederde meerderheid is, zowel de Tweede als de Eerste Kamer vereisen, werd in de Tweede Kamer nog wel gesteund door de VVD, maar in de Eerste Kamer gaven ze niet thuis. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Waar staat de VVD dan voor, denk ik? Net ging het over zeggenschap. En mevrouw van GroenLinks, mevrouw Strik, die noemde dat het daarom gaat hier. Nee, soevereiniteit gaat niet alleen om zeggenschap. Soevereiniteit, en we zitten hier op een wetenschappelijk forum, gaat over eigenaarschap. Zeggenschap hebben we allemaal. Zeggenschap doe je door je stem. Zeggenschap kan ook weggestemd worden. Maar eigenaarschap gaat over wie waarover gaat. Wij gaan nog over een aantal taken in Nederland. Gelukkig maar. Een aantal taken die we wat ons betreft, zoals recent is gebeurd met het Openbaar Ministerie, niet per se naar Europa hoeven. Omdat we ook door verschillende OM's in Europa goed en efficiënt te laten samenwerken, ook het probleem oplossen. Het probleem wat hier aan mijn rechterzijde te vaak genoemd wordt, is dat, en ik ben nog even benieuwd naar de mening van D66 zelf, want het is veel vragen aan de rest, maar nog weinig vertellen wat ze zelf vinden. Wat we zien is dat het vooral moet gaan, aan de rechterzijde, over meer en meer Europa als antwoord op alles. Dat hoeft dus niet. Even laatste punt. Taken, ja, een aantal taken kunnen we gewoon binnen Nederland blijven doen. Hoeft niet naar Europa, jongens. Oké, korte reactie van de heer Klos, Hoekstra en dan de andere kant. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Maar dit gaat naar de kern van wat de Europese Unie is en waarom we die hebben. We hebben na de Tweede Wereldoorlog de Europese Unie opgericht om bepaalde grote vragen te depolitiseren. En daarom hebben we bijvoorbeeld de grondstoffen waar we wapens mee maakten, niet meer in beheer van één land alleen gelegd, maar in de handen van een onpartijdige scheidsrechter, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En dat zijn we steeds verder gaan doen, totdat we een interne markt hadden, waar we nu de grootste interne markt ter wereld zijn en als Nederland met Rotterdam als haven van die interne markt extreem rijk van zijn geworden. Maar voor het handhaven van de regels van die markt heb je regels nodig. Ik wil één kort voorbeeld geven. Een tomatenblikje. Tomatensoep erin met balletjes. Wat verwacht je daarvan in een Nederlandse supermarkt?
dat die veilig is, dat er geen gif in zit. Dat die is gemaakt op de manier, op de standaarden die wij begrijpen en zoals onze producenten dat accepteren. Daarom hebben we afspraken gemaakt met alle lidstaten over de regels waarop bijvoorbeeld tomatensoep geproduceerd wordt. Dat is goed, dat is in ons belang. En als we die interne markt ondermijnen, dan is het resultaat dat we totaal machteloos zijn over de producten die in onze eigen supermarkten staan. En dat is precies wat bijvoorbeeld Forum voor Democratie voorstelt. De heer Hoekstra. Ja, die mooie interne markt, die heilige interne markt, heeft ook geleid tot ongereguleerde arbeidsmigratie. En dat leidt tot het laag houden van lonen, uitbuiting en een brain drain daar in de landen waar de lonen het laagst zijn. Waar we hier Polen naartoe halen, mensen uit Bulgarije, Roemenië, om in de kassen te werken. Zien we in landen als in Polen, daar staan ook kassen, dat daar vervolgens mensen uit Oekraïne werken. Allemaal voor slechte omstandigheden. Ze worden uitgebuit, ze moeten 100 euro per week betalen om in een plekje in een stapelbed te mogen huren van een huisjesmelker. Ik ben daar niet zo blij mee. Laten we die interne markt reguleren. Laten bedrijven aantonen dat ze echt mensen nodig hebben. Want we hebben hier een miljoen mensen, waaronder 200.000 mensen met een arbeidsbeperking, die graag aan het werk willen. Laten we die eerst aan het werk helpen, voordat we allemaal goedkope arbeidskrachten uit andere delen van Europa hier naartoe halen. Mevrouw Strik. Ja, het vrij verkeer is natuurlijk een van de fundamentele rechten in de Europese Unie. Dus ik ben heel benieuwd of meneer Hoekstra eigenlijk daaraan wil tornen. En wat hou je dan over aan de EU? Maar ik wil hem wel bijvallen in de zin van dat er politieke keuzes worden gemaakt in de EU. Het gaat eigenlijk niet over voor of tegen de EU, maar wat voor Europese Unie wil je nou eigenlijk? Wil je een socialer Europese Unie of ben je voor de neoliberale koers die al heel lang is ingezet en die juist de ruimte geeft aan de bedrijven en de marktwerking? Daar zouden we al lang van terug moeten komen, want we hebben daar de schaduwzijde van gezien. Dus ja, wij zijn voor Europese samenwerking en voor de Europese Unie, maar wel eentje die socialer is en eerlijker en groener. En die ervoor zorgen dat de sociale rechten voorrang hebben boven de rechten of de vrijheid, zeg maar, van bedrijven. Oké, we gaan naar de heer Tang en dan naar de heer Jans. Ik wil de discussie ook wat voorwaarts richten. Mm-hmm. Want ik denk dat een van de grote gevechten van deze tijd tegen corporate power is. Google en Facebook voorop. Dit zijn tot dusver ongereguleerde bedrijven geweest. Dit zijn inderdaad geen markten. Ze hebben ook het motto van Facebook, move fast and break things. Geheel niet in stijl van de Europese traditie, waarbij bedrijven rekening houden met hun werknemers en met hun omgeving. Dat is een breuk met de Europese traditie. Dit zijn wel de machtigste bedrijven ter wereld die invloed hebben via Amerika, de lobby daar, maar ook in het Europees parlement via de lobby daar. Dit is een van de grote uitgaven. Daar zie je toch dat Europa een enorm verschil kan maken. De AVG, de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, sorry, ik moet wel dat GDPR, ik zeg het vaak in het Engels, zet de standaard in de wereld. Wij zijn de eerste die het doen en zetten daarmee ook de standaard in de wereld. En dat wordt weer gebruikt, want al onze data geven wij nu weg. Maar dat wordt ook weer gebruikt om die macht van die bedrijven aan te pakken. Want er moet toestemming worden gegeven. Zo mag Facebook niet zomaar meer data uitwisselen tussen WhatsApp, Instagram en Facebook. Hier kan je het verschil maken. Daar gaan wat mij betreft de Europese verkiezingen ook over. Niet dat gebakkeleien over meer of minder regels. Dat heb ik eerlijk gezegd wel gehad. Dit gaat ook over onze toekomst. De data in deze wereld heeft een enorme impact op onze economie en samenleving. Ja. Even een korte vraag ook aan de heer Jansen. Ziet u de voordelen van bijvoorbeeld zo'n wet als de GDPR? Nee, ik denk dat het heel veel gedoe heeft opgeleverd voor midden- en kleinbedrijf. Dat niet goed is. Maar ik wil niet verzanden in de discussie over de AVG. Maar nee, dat vind ik niet. Okay. De stelling gaat namelijk over of wij soevereiniteit zijn kwijtgeraakt aan Nederland. Aan Brussel. En ik denk dat er een hele duidelijke lijn zit in de ontwikkeling van de Europese Unie. Namelijk naar steeds meer macht naar Brussel. Mm-hmm. En dat is ook een hellend vlak. En daarom is het gewoon de positie van de VVD onhoudbaar hierin. Het verbaast me daarom ook niet dat ze in dezelfde fractie zitten als D66. Maar uiteindelijk gaat er een Europees leger komen als je dat niet tegenhoudt. Uiteindelijk gaat er een Europees belastingstelsel komen. En toen Cameron naar de Europese Unie kwam met een paar verdragswijzigingen, hervorming, we gaan het anders doen, met het dreigement onder andere van als je dit niet doet, dan houden we een Brexit-referendum. Europa gaf op geen enkel punt in. En Cameron was genoodzaakt Brexit het referendum uit te schrijven. Daarom hebben we Brexit gekregen, omdat de Europese Unie zo star is en zo onhervormbaar, dat het uiteindelijk leidt tot landen die er gewoon uitgaan.
Oké, even een reactie. Want de heer Jansen zegt dus het gaat uiteindelijk uitlopen in een EU-leger. Hoe? Maar nu, dit is precies wat Forum voor Democratie graag doet. Uh-huh. Die tegenstelling tussen voor en tegen Europa neerzetten. En volgens de VVD moet je gewoon elke keer kijken, is dit iets wat Nederland beter zelf kan doen? Kunnen we onze eigen belangen behartigen? Of moeten we dit in Europees verband doen? Is dit een grensoverschrijdende kwestie? Moeten we meer samenwerken? Wij zullen ons altijd blijven verzetten tegen een Europees leger. Dus dat staat ook buiten kijf. Ja. Dat zeiden jullie ook al een hele tijd. Dat zeiden jullie ook over het Europese budgetrecht. En dat hebben jullie ook gewoon ingegeven. In ieder geval, ja. Is toch gewoon een hele vlak. Jullie gaan uiteindelijk, jullie lopen nu gewoon 3 jaar achter op D66. Over 3 jaar zijn jullie het gewoon 100% eens. En dan zijn zij weer een stapje verder. Dat was inderdaad zo met het klimaatbeleid, dat is heel fijn. En ook met het emissiehandelssysteem, dat was dan ook zo. Ik wil er wel op reageren, want ik vind het wel interessant. Want meneer Jansen maakt wel een eerlijke keuze. Hij zegt, je hebt twee modellen eigenlijk. Je hebt 19e eeuwse soevereiniteit, dus landen die alleen de grenzen dicht doen, de wetenschappers en de bruine mensen eruit. En dan gaan we gewoon hier zitten. En je hebt aan de andere kant, vind ik een eerlijke keuze, dat je een Europese soevereiniteit hebt. Ja, wat? Sorry? Nee, vind ik heel ongepast dat je dit zegt. Oké. Het is gewoon een aantijging van racisme. Oké, nou dan gaan we dat eens een keer rustig bespreken zometeen met een biertje. Dat je dat gewoon niet terugneemt. Nee, dat neem ik absoluut niet terug. Dan had jouw voorman niet racistische dingen moeten zeggen. Ik sta hier en ik heb niks gezegd. Dankjewel. Mijn punt is dat meneer Jansen wel een eerlijke keuze maakt. Want hij zegt, er is een toekomst voor die staat alleen in het internationale bestel. Ik zeg, de 21ste eeuw is de eeuw van continenten en van steden. En we kunnen als Europese Unie, juist als Nederlanders, iets gaan betekenen op het wereldtoneel als we samen gaan. En ja, dan loopt de VVD misschien een paar jaar achter. En het CDA ook. En misschien gaat GroenLinks nog een keer meedoen. En dan hebben we uiteindelijk het toch gehaald. En daar ben ik heel blij mee. Ja, maar dit is precies die tegenstelling die Forum voor Democratie neerlegt. Die legt D66 nu ook precies zo neer. Ja, ben je niet voor Europa, het zijn twee visies op dat de werkelijkheid. En daarbinnen bestaat er inderdaad politiek debat. En dat kunnen we ook hebben. Maar je kunt ook debat hebben over hoe de Europese Unie er in de toekomst of in het verleden zou uitzien. Ja. Oké, even reactie van de Jans hierop en dan gaan we naar de heer Koemer. Nou, ik wil nog eventjes teruggaan, want ook Thierry Baudet is geen racist. En ik vind het heel kwalijk dat dat gewoon hier geroepen mag worden. Dat vind ik fijn om te horen. Namens de moderator. Hij heeft helemaal nooit iets racistisch gezegd. En ik wil graag dat je daar gewoon afstand van neemt. Maar dat is één. Dat doe ik niet, omdat de eerste keer dat ik hem zelf ontmoet heb, heeft hij iets racistisch tegen mij zelfs gezegd. Dus dat doe ik absoluut niet. Oké, nou. Oké, maar laten we wel bij de stelling blijven, jongens. Niet. Als het dan gaat over grote rijken, hè? Want de Europese Unie ontwikkelt zich tot een groot rijk. Dat is niet iets van de 21ste eeuw. Dat is iets van de 0ste eeuw, van de 19e eeuw, van de 18e eeuw. Al die grote rijken die allemaal hebben bestaan, zijn allemaal ten val gekomen. We zien juist een ontwikkeling naar nationale soevereiniteit. Landen die zich afscheiden, onafhankelijkheidsbewegingen, overal in de wereld. Dat is onze strijd en wij willen vrijheid voor de Nederlandse bevolking. Oké. Laatste woord voor de heer Koemer. Ja, ik geloofde net mijn oren niet toen ik net tussen neus en lippen door van de heer Tang hoorde. Ja, die regels meer naar Brussel brengen, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dames en heren, daar gaat het nou juist om. Daar zit de crux. Daar draait soevereiniteit in eigen kring, lees Nederland, om. Daar moeten we de keuze maken. Welke regels, welke wetten houden we Nederlands? Welke bevoegdheden dragen we over aan Brussel? Juist door te zeggen, ik ben er wel even klaar mee, daar heb ik even geen zin meer in. Ik vind het jammer, ik had het ook niet verwacht van de PvdA. Maar volgens mij gaat het juist om deze punten. Juist als we dit soort opmerkingen blijven maken, voeden we partijen als degene naast hem. En blijven wij het onmogelijk maken om het goed uit te leggen op straat. Dames en heren, dit vind ik jammer. Korte reactie van de heer Tang. Kijk, als je wil dat mensen weer het heft in eigen handen kunnen nemen en de toekomst zelf kunnen behalen, moet je ook durven gezamenlijk buitenlands beleid te voeren, gezamenlijk klimaatbeleid te voeren. Ja, maar dat ontken ik ook niet. Nee, wacht even, laat mij nou even, je bent lang genoeg vaak aan het woord. Gezamenlijk asielbeleid, belastingontwijking wil je graag gezamenlijk aanpakken. Je wil een vuist maken tegen koek en beet. Dat zijn de keuzes die wij kunnen maken die onze toekomst bepalen. Dat is waar het om gaat. En dan is het niet altijd, die keuze is natuurlijk belangrijk, maar dat moet je niet terugbrengen tot bureaucratie of niet. Als je iets wil, dus dan zou ik voor kiezen om Europa wat democratischer te maken, graag. En dat betekent ook wel dat je wel eens een nederlaag leidt bij pulsvisserij. Ik geloof niet dat mijn motie voor Nederland als het Nederlands belastingparadijs werd volledig ondersteund door alle Nederlandse parlementariërs. Ik denk dat ik een minderheid was, maar het was een politieke uitspraak. Zo werkt dat in een democratie, zo kijkt Europa tegen Nederland aan. Ja, dat hoort er ook bij. Voor mij mag dat vele malen sterker, om eerlijk te zijn. Maar dit is waar het over gaat, als ik zeg regels of niet. Nee, het gaat over
welke kant wil je op met Europa? En daar moet het debat over gaan. Zeer ook eens met Liesje Schrijnemager, die dat debat ook probeert op die manier te voeren. Oké. Nog één korte reactie van de heer Strik en dan gaan we naar Strik. Ik sluit me heel erg aan met wat de heer Tang zegt. Want de discussie Europa of niet, hè, is eigenlijk een beetje een schijndiscussie. En het leidt ons af van de problemen die we hebben en welke keuzes we daarvoor maken om die op te lossen. En een Europees parlement is tegenwoordig op bijna alle beleidsterreinen mede bepalend voor de politieke keuzes die gemaakt worden in Brussel. Dus alsjeblieft, kijk goed naar de verkiezingsprogramma's. Kijk goed van wat voor samenleving wil je. Wat voor Europa wil je, maar ook wat wil je voor hier? Wil je het socialer of niet, et cetera? En daar, stem daar je keuze op af en dan gaat het echt verschil maken wat het Europees Parlement kan betekenen voor de besluiten die worden genomen. Oké, we kijken even naar het publiek. Is er een vraag? Ik zie hier een vraag vooraan. Maar het begrip in de soevereiniteit is geen uitvinding van Abraham Kuyper, maar het is in de moderne tijd geïntroduceerd door Jean Baudin in de 16e eeuw in Les Six Livres de la République. Wat je daar voor de huidige tijd aan kunt toevoegen, is dat het bij soevereiniteit gaat om uitoefening van macht en waar het bij ons gaat om democratische controle op uitoefening van macht. En zo kom je bij een omschrijving van de Europese Unie, die ik graag misschien als een soort verbindend element aan de leden van het panel voorleg, ja. Dat je de EU niet als een vierde rijk van nieuwe nazi's beziet, zoals de Brexiteers dat doen, ja. Maar als een samenwerkingsverband van democratische staten die zelf ook een democratie wil zijn. Oké, de middenweg. En meneer Koemer. Ik ben blij te horen dat de heer Baudet toch wetenschappelijk erkende voorvaders heeft. Dat is in ieder geval mooi om te horen. Nee, ik ben het helemaal met u eens. Het was natuurlijk ook een gekscherende opmerking aan het begin. Maar waar het Kuiperanisme, of het Kuiperiaanse hier wel in het debat ontbreekt, is dat de soevereiniteit in eigen kring, en dat is waar we het hier volgens mij volgens de stelling die we proberen te volgen wel over hebben, zich inderdaad ook afzet tegen allerlei waanbeelden over ver een vierde rijk en dat soort dingen. Daar zet Kuyper zich ook tegen af natuurlijk binnen zijn ideologie. Maar soevereiniteit in eigen kring ging over eigenaarschap en dat was mijn echte punt. Als je binnen Nederland kan bepalen, en dat probeerde Van der Staaij nog via de SGP laatst in de Eerste Kamer, waar je als Nederland over mag blijven gaan en dat je dat via een democratische weg ook binnen Nederland houdt en inderdaad waar het moet wel Europees overdraagt en daar ook de samenwerking op zoekt, dan heb je precies volgens mij, zoals Kuyper het bedoeld heeft en mogelijk ook zelfs in lijn met, ik wil het bijna niet zeggen, maar de heer Baudet. Oké, de heer Klos. Eens met de definitie, bedankt voor het voorleggen. En ik spits mijn oren toen je zei, streeft ernaar een democratie te zijn. Dat is inderdaad precies waar het tekort ligt. En waar al deze mensen, als wij straks eventueel een zetel krijgen in het Europees Parlement, tegenaan zullen lopen. Dat is ook een van de agenda's die ik wil pushen. Namelijk, het Europees Parlement, als je daar komt, dan heb je helemaal niet het recht op initiatief. Je kan helemaal niet echt het budget controleren zoals een volksvertegenwoordiger dat doet aan allebei de kanten van het geld. Je kan, als je naar de Europese regering kijkt, de commissie, helemaal niet een direct gekozen president verkiezen. En die commissie is ook nog eens hartstikke log en veel te groot. Dus als je macht creëert in de Europese Unie, en dat willen we om bijvoorbeeld het klimaatprobleem aan te pakken, dan moet je tegenmacht creëren. En daardoor, dat Europees Parlement, wat nu een toch wel een beetje tandenloze tijger is, maar steeds meer grote tanden krijgt, heeft er nog een paar nodig. Oké, dankjewel. Er is werk aan de winkel, dat is in ieder geval duidelijk. Jullie heel erg bedankt voor het komen en ga vooral stemmen op 23 mei. En nu graag een heel groot applaus voor de kandidaten. APPLAUS